Het allerhoogste leren is afleren. Maar afleren kun je eigenlijk pas als je heel veel geleerd hebt. Je kunt aantonen dat de evolutietheorie een big lie is. En op de 12e hertzfrequentie gaat er een enorme transformatie plaatsvinden op de planeet die voor de meeste mensen onvoorstelbaar is. De matrix is immens. Die richt ons af. Die traint ons, zodat je denkt dat jij een ik bent. De hoogste wijsheid is dat het ik ontdaan is van alles wat je meent te zijn. Kijk, die 5G, die wordt nu een spoed uitgerold om de verbindingen te maken van binnenuit. Deze revolutie gaat niet de omstandigheden veranderen, maar de mens zelf. En daardoor kun je totaal gecontroleerd worden. You have to come beyond religion. Want de religie is in het algemeen een fuik, een matrix. Mazzini, Pike zijn een discussie over de derde wereldoorlog, waar alle factoren nu rijp voor zijn. En dan zegt Pike, maar zegt hij, ik denk dat het heel goed mogelijk is dat dit niet gaat lukken. Waarom? Omdat er wakkere mensen op de aarde zullen zijn die dit bekend zullen maken. Welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En ik kijk enorm uit naar deze aflevering, want we zijn weer op een kleine tour door Europa. En beginnende vandaag bij een grote voorbeeld voor mij, Marcel Messing. En we hebben één aflevering achter de rug en we zitten vandaag in toch wel een van de meest inspirerende plekken waar ik tot op heden ben geweest. En dat is in zijn bibliotheek. En het is de boeken die je hier tegenkomt, de wijsheid die hier opgeslagen ligt. Het is ongelooflijk. Dus ik hoop dat wij wat van deze inspiratievolle omgeving mee mogen nemen in het gesprek. Als gezegd, Europa Tour, dat zijn we weer aan het doen. En dat kan echt door jullie hulp. Dus daar wil ik jullie echt super vriendelijk voor bedanken. We gaan morgen door naar Spanje, waar we een podcast zullen opnemen met Michael Pilarczyk. En nog even een kleine kanttekening. Nul controles natuurlijk weer gehad onderweg. Hè? Kom aan. Voordat we beginnen aan de podcast, lieve vrienden, als jullie het tof vinden, de eerste aflevering van Marcel Messing is super goed gegaan. Enorm veel mensen hebben mij daar berichten over gestuurd, hoe blij ze waren met dat verhaal. Dus dat gaan we vandaag even dunnetjes overdoen. Dus als jullie het tof vinden, jullie helpen mij door de video te delen op je social media met je vrienden. Like hem ook eventjes op de kanalen en abonneer op de kanalen als je dat nog niet hebt gedaan. Als je het tof vindt wat ik maak en je wilt helpen, dat kan natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld ondertitelaars zoeken wij, dus daar kun je me helpen. Maar je kan me ook steunen financieel. Dat kun je doen op www.johnluca.com. En dan help je eigenlijk dit soort tours en de gesprekken mogelijk te maken. We doen er steeds meer met steeds betere gasten en we gaan steeds wat verder weg ook. Dus thanks voor het helpen als je dat kan doen. Mega top. En dan gaan we nu over op de podcast. Marcel, dank je wel weer voor de uitnodiging. En wat tof dat we nou deze keer in de bibliotheek kunnen zitten. Dankjewel, Joran. En dankjewel, David, voor de camera. Dat jullie de lange reis hebben gemaakt om naar hier te komen. Ik vind het echt fantastisch. Want ik persoonlijk hoor alleen maar buitengewoon goede geluiden over jullie. En dat het zo ongelooflijk veel, ook vooral jongere mensen, aanspreekt. En de boodschap die we met z'n allen vertellen, want ik ben er maar één binnen de velen, die is ongelooflijk van belang dat die op snelle manier wordt gehoord. Want de hele aarde, de hele planeet, ons zonnestelsel verkeert in een behoorlijke grote crisis. Dus ik ben blij dat jullie de tijd hebben genomen en dat we hier, ik toon hem eigenlijk nooit, deze schatkamer. Ik heb dat een beetje in mijn achtergronden, in grote bibliotheken hebben mogen werken, veel bibliotheken opgezet. Natuurlijk in Amsterdam de Bibliotheca Philosophica Hermetica, wat de grootste bibliotheek in Europa is op het gebied van de verborgen wijsheden. En boeken hebben mij altijd geïnspireerd, maar tegelijkertijd heb ik ook een levenshouding om er niet aan gehecht te zijn. Als je het Latijnse woord liber neemt, boek, betekent ook, zoals in het Engels, liberté, vrijheid. De problematiek is eigenlijk, we zitten hier nu in deze schatkamer, die ik ook na mijn stoffelijk verscheiden graag cadeau geef aan een organisatie, een stichting of een universiteit. Want dingen die op je afkomen als
een model om te leren. Die moet je ook niet willen verkopen, maar gewoon weer doorgeven. Liberty, de juiste boeken in je handen hebben, de juiste verborgen schatten raadplegen, betekent ook vrijheid in jezelf. Ik denk bijvoorbeeld heel eenvoudig aan het feit dat we hele grote filosofen in onze westerse cultuur hebben gehad. Van Socrates, Plato, tot Wittgenstein en noem maar op, Descartes. Maar in het oosten bijvoorbeeld, waar ze ook veel boeken hebben en hele grootse boeken, daar heeft men een heel andere manier van omgaan met bewustzijn. In mijn eigen leven, samen met Marijke, heb ik beide polen mogen ontmoeten. Een tijd vertoefd in India, in het oosten, en in heel veel landen in Europa. Dus boeken hebben een warme plek in mijn hart. En er zijn boeken die zo verborgen zijn over de graaltraditie, over de Katharen, over de Merovingers, over de werkelijke gebeurtenissen in ons heelal. Pak ik bijvoorbeeld een boek. Ja, ik heb de eigenaardigheid om bijna met mijn handen langs de boekenkasten te sluipen. En dan gaat er een trillingje over, dat staat daar, dat staat daar. Maar er is bijvoorbeeld een boek uit India, Mahabharata. Bijna iedereen kent in het Westen de Bijbel. En gisteren vroegen jullie nog iets over die Bijbel, hoe zit dat? En Bijbel betekent eigenlijk in het Grieks, in de grondtekst, bibloi, boeken. Maar iedereen denkt bijna, mede door de katholieke kerk, dat is het meest belangrijke boek ter aarde. Ga je naar het oosten, dan is dat de Mahabharata. Het grote heldendicht. Iedere Indiër, 1,2 miljard, kent de Mahabharata. Iedereen kent de Bhagavad Gita. Het lied, met een hoofdletter, van de Heer Krishna, de schepper, die een taak heeft om in de meest moeilijke tijd, als de aarde, het zonnestelsel, in verval komt, incarneert als avatar, als vleesgeworden goddelijke essentie, en de mensheid helpt om in een nieuwe spiraal te komen. Dus boeken, welke traditie ook, je kunt de Essenen nemen, de verborgen groep rondom de Dode Zee, je kunt de Keltische bronnen nemen, de barden, de troubadours bij de Katharen, welke boeken je ook neemt die werkelijk voor ons verborgen worden gehouden, die leren ons iets. En pak ik nog, om het een beetje af te ronden wat deze vraag betreft of opmerking, pak je de boeken uit China. Ik denk niet dat Xi Jinping ze ooit gelezen heeft, want Xi Jinping is Pingping. En de zijderoute is meer een gouden route, met de bedoeling veel te verdienen, veel te veroveren, veel te pakken, veel af te nemen. Wat een typische trek is van machtswellustelingen. Maar er zijn hele oude wijze boeken uit China, van Lao Tse, 6e eeuw voor Christus, Zhuangzi, 5e eeuw voor Christus, Confucius, en die bevatten parelen. Hebben we het over boeken? Lao Tse had duizenden boeken gelezen. Duizenden. Hij komt tot bevrijding. Hij komt tot verlichting. En dan wil hij China uittrekken naar de hogere bergen in een aangrenzend gebied. En dan komt hij wat we nu zouden noemen een soort douane tegen. En die zegt, ho, ik ken u. U bent Lao Tse. U was ambtenaar op het ministerie van hoge afkomst. En u wilt naamloos verdwijnen? Dat kan niet. U moet verplicht een boekje schrijven met al uw inzichten en kennis. En dan mag u de grens over. Toen schreef hij de Tao Te Ching. En daar staat onder andere een spreuk in. Het allerhoogste leren is afleren. Maar afleren kun je eigenlijk pas als je heel veel geleerd hebt. Je gaat dus door heel veel poorten in het bestaan. Eigenlijk proef je aan alles. Je kijkt naar alles. Je hoort naar alles. Je bespreekt alles. Je smaakt alles. Al je zintuigen krijgen de kans, zoals hij noemt, de moeder der duizend dingen, de schepping, de aarde, overal te leren kennen. En dan zegt hij heel mooi, Tao, men zegt in het Chinees Dao, wat je noemen kunt, is niet de ware naam. En wat is Tao? Ondoenbaar. Maar te begrijpen, zegt hij, via de moeder der duizend dingen, de materie. Het woord materie betekent letterlijk uit Latijn mater, moeder. Dus in de schepping zien we de moeder, de weerklank,
van iets onnoembaars. De grondtoon van het bestaan. Geen naam. En toch, zeggen grote mystici, duizenden namen. Dus we kunnen in de schepping, in het heelal, kunnen we het onnoembare, wat ik graag consciousness noem, bewustzijn, met een hoofdletter, kunnen we herkennen, beproeven, leren, om uiteindelijk de innerlijke weg te gaan, de innerlijke weg, naar bewustzijn met een hoofdletter. Want de evolutie heeft een absoluut doel. Mm-hmm. We hebben daar vorige keer ook een beetje over gesproken, naar aanleiding van Darwin. Mm. Waar je enigszins problemen mee hebt. Enigszins veel. Ja. Ja. Ik heb jullie gisteren de bibliotheek een beetje laten zien. Ik zeg, we kunnen hier tot 's nachts toe blijven. Maar achter mij staan een heleboel boeken over Darwin met kritieken. En die worden binnen de universiteiten nooit besproken. Laat staan, als je ze noemt, dat er iemand serieus op ingaat. Mm. Het is hetzelfde probleem als iemand, ik wil niet die sprong bewust die richting in maken, als iemand tegen het vaccin is, op hele goede gronden, studie, onderzoek, jarenlang bekeken hoe dat zit, en die wil aan het woord komen, kan je in deze tijd niet aan het woord komen. De media die in handen zijn van de big bosses, verbonden met het kapitaal, verbonden met geheime genootschappen, verbonden met de machtselite, staan dat niet toe. Zo staat de machtselite ook niet toe dat de mens in een fuik wordt gelokt. Dat staan ze wel toe, maar niet de mensen die dat in de gaten hebben om openlijk aan het woord te komen. Maar kijk je nou eens even naar aanleiding van die evolutietheorie een stukje terug. Wat zien we? Zeg maar rond 17e, 18e eeuw komen de grote genootschappen op, met name in Engeland. De Royal Society, een wetenschappelijk een soort laboratorium waar de top van de top zit. Later bekend als de Huxleys. Daar zat Darwin ook in. Ik heb toen genoemd de Lunar Society. Die kwamen bij volle maan bijeen. En het doel wil ik toch nog eens herhalen. Wat weinig mensen weten van die hele societies waar de machtselite zat. Was en is om de mensheid het besef aan God te ontnemen. We kunnen straks, als je wil, hebben wat is God eigenlijk, überhaupt. Maar als je een mensheid kunt creëren die geen doel meer ziet, die in een blinde evolutie terechtkomt, van mutatie, transformatie, van soorten waarin geen enkele doelstelling is bij het fenomeen mens. Dan neem je af van hem wat het doel is van de schepping. Als je daarnaast, via wat men noemt grote geesten, die alle aandacht krijgen, volgelingen van Darwin die overal in de publiciteit komen met atheïsme. Het atheïsme is niet alleen bekend bij Jean-Paul Sartre. Dat is bekend bij een professor Dennett. Dat is bekend bij transhumanisten. Die zeggen, God, een oerbron, een ongrondelijke bron, een Dao, een ongrondelijk zijn, consciousness met een hoofdletter, flauwekul, projectie van de hersenen, bestaat niet. Ik wil er tegen inbrengen dat alle grote mystici, niet de theologen. Theologen, heb ik al eens gezegd, dat is verleden tijd van liegen. Maar de werkelijke mystici weten dat de kosmos, wat parel betekent in het Grieks, universum, hebben we het ook over gehad, betekent gericht zijn op het ene. Unus, vertere, heeft een bron. En die bron is bronloos. Die heeft geen begin. En die heeft ook geen einde. En die vertalen we vaak met de kwantumfysica als, wat de Joodse mensen zeggen, tohu bohu, niets en niemendal. Niets en niemendal, dat noemt Lao Tzu de leegte. Boeddha noemt dat sunyata. En wat betekent dat? Dan komt bij iets heel, heel belangrijks. En dan gaan we ook begrijpen waarom al die golven nu aan de gang zijn. Leegte, ongrond, ongrondelijkheid. Wil zeggen, kwantumfysisch gezien, dus met de top van de wetenschap, dat golfjes en deeltjes via de atomen in een ongrondelijke, niet meer waar te nemen toestand overgaan. In het boek Genesis wordt dat genoemd, dat in den beginne was er tohu bohu. Dat wil zeggen, niets en niemendal. Dat noemt Chuang-tse, wiens wijsheid immens is ook, de grote diepte. De grote diepte, onmetelijk.
En uit die onmetelijke diepte, de bron van alle bronnen, door een trilling, een oertrilling, wat we noemen in den beginne is het woord. Dus dat wil zeggen trilling, energie. Komt alles wat in die potentiële leegte is, want die is niet echt leeg. Lao Tse zegt ook, de leegte is niet echt leeg. Komt alles wat daar verborgen is, onzichtbaar is, in manifestatie. Wordt zichtbaar. De moeder, de duizend dingen, de schepping. Men noemt dit ook wel eens het grote amen. Of in India... trilling. Die grondtoon, die we later ook in de kennis van Pythagoras zien terugkeren, die de sfeer der harmonie der sferen heeft ontdekt, die ook in de muziek terugkeert, die grondtoon heeft onmetelijke variaties. Volgens Boeddha heeft die 31 bestaansgebieden, dus 31 gebieden van trillingen. In die trillingsgebieden leven wezens. We noemen dat een galaxis, we noemen dat een parallel universum, het universum. Dus in ieder gebied leven wezens. Het is een beetje beknopt en een beetje dwaas, vind ik, om te zeggen, de mens is het enige levende wezen in dit gigantische, onbeperkte universum. Wat wil dat zeggen? Als de mensheid in manifestatie komt, en er zijn heel veel theorieën over, gecreëerd door de goden, gecreëerd door de ene, gecreëerd door de creator. In de Hebreeuwse grondtekst staat Benegah Elohim, God de goden. Dat wil dus zeggen, vanuit de oerbron, het oom, het amen, de logos, in het begin is het woord, de trilling, komen creatieve krachten vrij die onder meer de mens geschapen hebben. Vanuit bewustzijn, bezieling, geest. Primair zijn wij een geestelijk wezen, een zielenwezen. We zullen straks, als je het goed vindt, een verband gaan leggen met de huidige omstandigheden, vol elektronica, vol vaccins, vol klimaatmanipulaties, om die grondtrillingen zo door elkaar te schoppen dat de mensheid totaal verdwaasd, angstig wordt en verdwaald. Terug naar het verhaal. Je gaat eerst een evolutietheorie lanceren waarvan duidelijk aantoonbaar is. Duidelijk aantoonbaar. En in een van mijn toekomstige publicaties zal ik dat zeker met minimaal 100 bronnen aantonen. Je kunt aantonen dat de evolutietheorie a big lie is. Dat wil niet zeggen dat Darwin op alle gebieden ongelijk had. Maar Darwin was net als Nietzsche een domineeszoon. Dat zijn vaak de meest vervente, gefrustreerde mensen. Ik kan er tientallen opnoemen hoor. Die op dat gebied grote geesten worden, krijgen alle bekendheid en een ongelooflijk trauma in hun ziel. Darwin was theoloog bijna. Hij was geen bioloog. En hij was ook nog gefrustreerd. Hij werd gesteund door de familie Wedgwood, een van de Illuminati-orden die ongelooflijk veel geld had. En als je zijn theorie leest, ik heb vorige keer gezegd, in Londen ligt nog een oorspronkelijk geschrift over de Origin of Species, waarin hij duidelijk heeft gezegd, die hele evolutie wordt geleid en doortrild door een onmetelijke geest. Zelfs Hawking heeft in zijn boek over het heelal gezegd, op het eind, later neemt hij helemaal afstand, uiteindelijk komen we hier aan de rand, zegt Hawking, van wat we noemen de geest. Boeddha zegt in Dhammapada, wat letterlijk betekent de waarheid, het boek van de waarheid, het pad van de waarheid, begint hij zijn eerste sloka, zijn eerste vers, zijn eerste uitspraak. Eerst is er de geest. Totaal verkeerd vertaald met eerst is er het denken. Door wie is dat zo vertaald? Door westerlingen. Westerlingen die na Descartes Le Penseur menen te begrijpen, die denkt altijd vanuit deze zijde, hè, vanuit de hersenhelft. Maar de geest, ik heb een Hopi-Indiaan ontmoet die mij ronduit zei, wij geloven niet in Tawa, de onmetelijke geest, maar we weten dat de onmetelijke geest primair is. Toen Jung op de vliegbasis in Genève landde,
En ik heb een diepe relatie met de Jungiaanse psychologie, die niet voor niets belachelijk is gemaakt in het begin toen Sigmund Shlomoma Freud opkwam, die lid was van B'nai B'rith, een zeer grote organisatie die een overkoepelende macht heeft. Maar Jung heeft een keer, toen hij landde in Genève, op de vraag, toen ze hem vroegen, professor Jung, glauben Sie in God? Gelooft u in God? Glauben? Nee, ich weiß, ik weet. Naar mijn idee, en ik wil me niet scharen onder de grote geesten, werkelijk grote geesten, die dieper gaan, die dieper voelen, die diep afdalen, ook door een proces van de nacht gaan. In mijn eigen leven ben ik ook door een proces van donkerte gegaan. Donkerte in de zaak van onwetend, totaal onwetend, hoe zit het nu? Ik was 12 jaar. 11, 12. En ik wilde weten, wie zijn we? Waarom zijn we hier? En waarom is er kwaad? Ik kon maar niet begrijpen dat mensen elkaar kwetsen, pijn doen, oorlog, wapens. Einstein, toch geen kleine jongen. Hij heeft natuurlijk ook blunders gemaakt naar aanleiding van de atoomfysica. Maar Einstein zegt op een gegeven moment ook, toen zijn vroeger, glauben Sie in God? En dan zegt hij, als u mij zegt wat u onder God verstaat, zal ik zeggen of ik daarin geloof. En hier komen wij een stuk matrix. Hoe ben je afgericht, opgevoed in geest, bewustzijn, diepte, Tao? Heb je er ooit iets van gehoord? Mocht je er iets van horen? Ken je de grondtrilling? Ik heb hier een oud boek staan waarin vanuit de Indiaanse wijsheid wordt gezegd dat de grondtoon, om, overal, en ik mag je echt ronduit zeggen, regelmatig hoor ik hem, via binnen naar buiten. Overal aanwezig is. Ga naar de oceanen en kijken we naar die prachtige schepsels, de walvissen en de dolfijnen. Want de zee maakt zich echt niet druk dat er haaien zijn en dolfijnen. De zee neemt beide in een niet-onderscheid op. Wij zeggen, de haaien moet je bang voor zijn, de walvis mag je vertrouwen. De zee, de oerwateren, neemt alles op. En de walvis, ik heb dus een keer beluisterd op een uitzending, die maakt op grote diepte, als de paartijd aanbreekt, een geluid, ik zal het nadoen. Doet niet te lang. En dat gaat door de zeeën, soms meer dan 1000-2000 kilometer. En alle dieren reageren op die trilling, paartijd is aangebroken. Denk je, jongen, dat wij dit leerden op de lagere school? Denk je dat wij leerden wat de kracht van de spraak is? Denk je dat wij leerden dat heilzaam denken, heilzaam spreken, heilzaam handelen, het juiste beroep hebben, van immens belang is om te corresponderen met de trillingen in het universum? Dat leerden we niet. Dus als ik zeg in mijn eigen leven, en ik vind dat ik nog veel te leren heb, heel veel. Je blijft iedere dag ook leerling. En français, on dit toujours, on reste toujours un apprenti. Je blijft altijd een leerling. Maar ik ben erachter gekomen en ik kan alleen maar praten uit mijn ervaren. De schepping is groot, immens, indrukwekkend, wonderbaarlijk. En wat de zogenaamde pseudowetenschappers trachten te doen, is het tot een absurditeit te maken. En tot een theos tegen het goddelijke scheppingsplan en jou het doel ontnemen van jouw bestaan. Als je goed vindt, gaan we er straks een keer samen op in. Wat is je levensdoel? Is er een levensdoel? En het zijn nu die vaccinatieprogramma's, de klimaatalarmen, die een enorme angst oproepen bij de mens, waardoor die op dit kritieke moment, dat is een zeer kritiek moment, in New Age spreken ze over overgang van 3 naar 5e dimensie. Daar ben ik het niet mee eens. Het gaat veel dieper. Ik wil niet zeggen dat dat onjuist is, maar het gaat veel dieper. En juist in die kritieke situatie die wij allemaal, zoals we hier zitten en buiten zitten en staan en lopen, in principe mee gaan maken. Daar gaat een onvoorstelbare verandering optreden in ons zonnestelsel. De zon is buitengewoon veel aan de gang. Er gaat een onvoorstelbare verandering in de aardetrilling, die men in 2012 heeft pogen af te houden. Dat er ook sectarische bewegingen waren die op bergen gingen. De buitenaardse komen ons nu redden, laat ik buiten beschouwing. Maar er was een grondtrilling dat de aarde in een cyclus zou komen van een dimensiewisseling die nu niet meer door het Pentagon
tegengehouden kan. En dat hebben ze in 2012 gedaan. Hoe dan? Dat hebben ze gedaan via harpapparatuur. Dat is apparatuur die in Alaska staat. Kunnen we straks ook een keer terugkomen. Daar komen ze meteen nog wel over te spreken. En ze hebben apparatuur om de grondtoon van de aarde, die een eigen trilling heeft. Hè. Dat zijn bepaalde trillingen. Ieder planeet heeft een eigen trilling. Ook de aarde een eigen trilling. Dat ligt tussen 7,8 hertzfrequentie, die tot 12 kan gaan. En op de 12e hertzfrequentie gaat er een enorme transformatie plaatsvinden op de planeet die voor de meeste mensen onvoorstelbaar is. Met technologie, de technologie van de zeg maar militairen, kan men dit kapot maken of een tijdje verhinderen. Maar meen nooit, dat is mijn diepste inzicht, meen nooit dat je met je arrogantie en met je hoogmoed sterker kunt zijn dan de ene die alles doordringt vanuit liefde, waarheid en licht. Dat is de mensheid vergeten. Ik heb honderden lezingen gegeven en die eindigde ik vaak met de waarheid. De, die kun je nooit kennen in de zin van ik ken de waarheid. Maar op het moment dat jij er niet meer bent, als egootje, is waarheid in jou. En de waarheid met een hoofdletter is nooit tegen te houden. Dus de machtselite die nu een ongelooflijk luguber spel speelt op het schaakbord van zwart-wit, krachten uitspeelt, godsdiensten uitspeelt, liefde uitspeelt, gezinnen opbreekt, rijkdom en armoede uitspeelt, vervolgingen inzet, vluchtelingengolven teweeg brengt. Deze machtselite durf ik vanuit deze plek te zeggen. De tijdsdeur gaat zich binnenkort sluiten. Keer je in zolang het nog kan. Want zoals een kalf uit 1000 koeien altijd de moeder terugvindt, zo vindt de daad altijd de dader. Het gaat een goed mens, zegt de Boeddha, slecht, zolang de oogst van het goede nog niet rijp is. Is de oogst van het goede rijp, dan gaat het een goed mens goed. Het gaat een slecht mens goed, zolang de oogst van het slechte nog niet rijp is. Is de oogst van het slechte rijp, dan gaat het een mens die slecht is. In dit geval zeer slecht. Het enorme verlies aan ware kennis, wat de eerste christenen, en christenen betekent in de grondtekst van de Nieuwe Testament, krestoi in het Grieks, in de Griekse uitgave, goede mensen betekent dat, goede mensen. Zoals hier in dit gebied waar we nu zijn, van de Ariège, de Cataren, le bon homme et la bonne femme, de goede mannen en goede vrouwen werden genoemd. Dus, op het moment dat je de ware kennis verliest, dat is ook bekend in India, dat de Bhagavad Gita heeft te maken dat de mensheid in een spiraal is gekomen van een totale ontwaarding. Als je Nietzsche leest in een van zijn werken, Gott ist tot, der tolle Mensch heet dat, de dolle mens. Gott ist tot, wir haben ihn getötet. En dan zegt hij later, als hij dat verkondigt, ich bin zu früh gekommen. Ik ben te vroeg gekomen, dring nog niet tot jullie door. Wij hebben God. Want Nietzsche was niet altijd wie men dacht hoor. Die man was buitengewoon diep bezig. En vooral door zijn zus Elisabeth zijn die boodschappen negatief bij Hitler gekomen. De Übermensch, de nieuwe ras, noem maar op. Wij hebben het goddelijke door onwetendheid, door arrogantie, door het oude woord wat de Grieken noemden, hubris, hoogmoed, gedood in ons hart. Dat doet niets af dat God wel of niet bestaat. Die bestaat niet op het niveau zoals wij bewust zijn, maar God is. Het is een isheid. Als wij de grootste kennis van het hart, ik heb dit niet voor niks hier neergelegd, hè? Unified in the heart. Als een Christus zegt, het koninkrijk Gods is in uw hart. Als de Upanishads in India. Een Upanishad betekent letterlijk Upanishad, zitten naast de leraar.
als een bekende, mag ik er eentje noemen, een prachtige Upanishad. Zeker. Die we daar ook gehoord hebben, die ik mocht begrijpen. Dat is de Chandogya Upanishad. De Chandogya Upanishad betekent letterlijk de Upanishad, dus zitten naast de leraar, van het allergrootste geheim. Huh? Toen ik die jaren geleden las, en toen Marijke en ik in India waren en dat daar nog eens hoorde. Ik wist toen ik dat werk in mijn handen had, boek, liber, dit is het. En wat staat daar? Het is ongelooflijk, zo eenvoudig en zo diep. Udalaka, een leraar, zegt tot zijn zoon, want de zoon in India was meteen als de vader leraar was, ook leerling. Zegt hij tegen Shvetaka toe, daar staat een vijgenboom. Ja, vader, ik zie hem. Pak een vijg. Oké, hij pakt een vijg. Hij geeft hem een mesje. Snij hem doormidden. Wat zie je? Heel kleine zaadjes. Oké, pak één zaadje. Snij hem doormidden. Dat is moeilijk hoor, om een zaadje van een vijg. Ik heb dat ooit in een grote lezing gedaan. Toen had ik dat letterlijk bij me. En ik zei, wil jij het eens opensnijden? En de zaadjes te knutselen en te haspelen. Ik zeg, nou ga je proberen de helft van dat zaadje nog eens een keer door te snijden. Dat kan niet, zei ze. En dan vroeg ik ook, wat zie je? Niets. En de Upanishad zegt, Udalaka, aan Svetaka toe, dat niets wat je ziet, dat van Azië. Dat zijt gij. Wat? Wat? Dat onzichtbare, dat onstoffelijke, dat ongrondelijke, die grote diepte, Tai Chi zeggen we ook vaak, hè? Ook in de martiale kunsten, Tai Chi. Die onmeetbare toestand van consciousness. Dat is wat je bent. Dus je bent primair geest, spiritueel, ziel, bezieling. Tot in het dier, de hond toe. In het Engels animal zit het woord anima, ziel. Alles is bezield. De tafel op kwantumfysisch gebied draagt consciousness. De kerk bestrijdt dat en die zegt, oh, maar dan ben je polytheïst. Je gelooft in veel goden. Hun grootste mystici, Jacob Boehme, Cusanus, hebben dit ervaren. Ik heb zelf ooit, het was een jaar of 17, 18. En ik had een kano. Ik voer heel graag alleen over het water, de Dommel. Ik woonde toen in Brabant. En na mijn college ging ik altijd mijn kano pakken in de zomer en in de herfst. En voer ik de Dommel op. Ik hoorde liefst niemand. En één keer, ik had altijd een klein pukkeltje op mijn rug met een blokje om wat te schrijven. Een gedichtje, een tekstje, een aforisme. En op een keer ging ik aan de kant en ging, het was zomer, in de heide liggen. Letterlijk in de heide. Uitgestrekt, zo. Als ik het nu herinner, is het niet wat dan ervaren is. Dat is iets heel anders. Plotseling was er bewustzijn, wat dat lichaam, wat Marcel heet, zag. Dat opging in de fabelachtige schone roep van de meeuwen die daar waren, want er was ook een meer aangrenzend. Ik heb geweend. Geweend van geluk. Geweend van, oh, en wij denken dat we dit lichaam zijn. Dat is me een paar keer in mijn leven mogen overkomen. Een lichaam, als je dat onderzoekt, betekent letterlijk vleeshuis. En de mensen zijn bang voor de dood omdat ze een vleeshuis moeten loslaten. Maar dat is niet je echte huis. Stel je voor dat ik aan dit prachtige huis zeg, oh, ik hou me vast aan de boekenkast. En aan de pilaren. En aan de vensters. Want het is van mij. Het is niet van mij. Als Descartes, we hebben het er eventjes over gehad, zegt, je pense, donc je suis. Descartes is door de Jezuïeten opgeleid en dan moet je al een beetje wantrouwig zijn, hoor. Weishaupt was ook een Jezuïet opgeleide, getrainde illuminaat. En Descartes die zegt dan, in Latijn halen ze het graag aan, er staat een beetje chiquer natuurlijk, hè? Cogito ergo sum.
En iedere, ik heb ook filosofie mogen studeren, iedere student filosofie, als je dat de professor hoort zeggen, je pense donc je suis, schrijft het op. En bij het examen, Descartes, cogito ergo sum. Ik hoorde dat. Ik denk, wie is dat ik? Wie is Jordan? Wie is Marcel? Wie ben je werkelijk? En dan komt de matrix die je africht met ideeën, ideologieën, theorieën, bepaalde voeding, bepaalde schoolopleiding, africhting, bepaalde godsdienst, bepaalde manieren van praten. Als je een nieuwe taal uitvindt, wat ze neologisme noemen, dat kan niet. De grammatica zegt, dat kan niet. Hoe zijn al die andere woorden ontstaan? De matrix is immens. Die richt ons af. Die traint ons, zodat je denkt dat jij een ik bent. De hoogste wijsheid is dat het ik ontdaan is van alles wat je meent te zijn. Meent te zijn. Mag ik eens een stelling deponeren? Ja. Ik, in de omgeving waar we nu zitten, daar moest ik eigenlijk heel de tijd aan denken toen je nu dit aan het zeggen bent. En gisteren hebben we het ook al een paar keer over bewustzijn gehad. En als ik dat dan leg naast mijn eigen pad, weet je, in deze plek staan tussen al deze boeken is een bewustzijn is een woord wat telkens terug blijft komen. Maar je weet je, dat gaat natuurlijk in mijn ogen over verschillende levels en verschillende dieptes van bewustzijn. En zo door deze boeken te heen lopen, besef je eigenlijk hoe dat begint. En dat vaak begint bij, in het geval van in de situatie van het afgelopen jaar, en voor veel mensen al veel langer, van hey, dit zit niet zo in elkaar zoals ik dacht dat het was. En dan ga je dat bespeuren en ga je dat ontdekken. En dan kom je nog een laagje dieper uit. En dan kom je nog een laagje dieper uit. En uiteindelijk kom je, in ieder geval is dat mijn pad zo geweest, is dat uiteindelijk, als je alle tastbare van hoe de wereld in elkaar steekt een beetje door hebt, kom je eigenlijk uit bij het spirituele gedeelte. En de reis in jezelf eigenlijk. Dat is dan eigenlijk de vervolgende stap. En dan kom je denk ik in mijn ogen best wel bij de essentie uit van wat het gaat. En dat is wat ik jou nu ook hoor zeggen. Is dan toch bij ego. En dat wegstrippen eigenlijk. En dan kom je denk ik toch wel bij iets in de buurt daarvan uit van bewustzijn. En dat gaat dus over zoveel verschillende levels. En dat inspireert me dus in deze plek enorm. Want door al deze boeken kom je daar uiteindelijk ook steeds meer terecht, denk ik. Ja. En is het zo belangrijk dat je blijft verdiepen in verschillende thema's. Absoluut, ik kan dat helemaal met je delen. En in mijn leven is het boek een hulpmiddel. In India noemen ze dat een upaya. Dat betekent, je bent er niet aan gehecht. Want waar de hechting begint, begint het ego te zeggen, dit is van mij, dat is van jou en de scheiding is er. Het is een hulpmiddel. En wat ik van binnenuit weet, als de tijd komt, kan ik dat zo loslaten. Wat jij vertelt van jouw leven, vind ik prachtig, want daar gaat het om. Uiteindelijk verdwalen we allemaal een keer in het labyrint van de onwetendheid. Allemaal. We komen hier, worden hier geboren, worden afgericht. We krijgen bepaalde voeding, bepaalde ideeën, bepaalde theorieën, bepaalde ouders. Er komt een karmische kerfstok, mooi woord, kerfstok, die je meedraagt. Alles komt naar buiten wat je in de stroom van levens ontwikkeld hebt. En plotseling ga je ontdekken dat uiteindelijk je niet bent die je meende te zijn. En vaak gebeurt dat door tegenslag. Door pijn, verdriet, een donkere nacht. Ik heb in mijn eigen leven behoorlijk wat mensen die me dierbaar waren zien sterven. Bij sterfbedden gestaan. Ik heb een schat van een moeder gehad die een en al liefde voor mij was. Mijn vader een fijne vader, een beetje streng. Is ook nodig af en toe, een beetje strenge regels aan kinderen brengen. En toen mijn moeder stierf, stortte mijn wereld in. Dat was een prachtvrouw, een zielenvrouw. Ze keek vaak alleen maar naar mijn ogen, dan zei ze niks. En dan hadden we contact, speelde piano, schreef poëzie. En doordat je meer mensen ziet sterven die je dierbaar zijn, echt dierbaar, gebeurt er iets heel dieps. Dan pas begrijp je met je hart een Christus die in de teksten van Nag Hammadi zegt, dat zijn de teksten die vlakbij Cairo in Egypte zijn gevonden. We waren betrokken bij dat project via professor Quispel. Dan snap je een tekst waarin een van die prachtige teksten wordt gezegd door Yeshua, die we Jezus noemen. Het grondprobleem, zegt die van de mensen, is dat ze het eindige verwarren met het oneindige.
Jongen, als we eenmaal doorgrond hebben dat alles, ook in het zichtbare heelal, Boeddha noemt dat nama rupa, alles wat naam heeft en vorm, is vergankelijk. Of je nou 50 jaar wordt, 80 jaar, of de godenwerelden in de bestaansgebieden miljoenen jaren. Er zijn prachtige verhalen over van Bakka Brahma, die een god is in een dimensiegebied en die denkt, ik ben eeuwig. Maar hij heeft nog een naam, hij heeft nog een vorm. Yeshua zegt, hecht je dus niet aan het eindige. Lao Tse zegt, hecht u niet aan de moeder der duizend dingen. Want die is de uitdrukking van bewustzijn, geest met een hoofdletter, die je van binnen bent. In die zin mogen we de fenomenen, verschijnselen, in zekere zin, illusie noemen. In zekere zin, ze bestaan, dit is echt, dat is echt. Maar ze zijn tijdelijk. En wat werkelijk waarde heeft in het leven is de spirit, spiritualiteit. Dus je gaat dan op zoektocht en je maakt meestal een aantal dingen mee die ook pijn kunnen doen, verdriet kunnen doen. Sommigen krijgen een failliet mee te maken, anderen krijgen overlijdens mee te maken en sommigen die bidden God van een kruis af of Boeddha van een beeld af. Dat helpt allemaal niks. Je kunt er zoveel malen doen als je wil. Het is een stimulus om te ontdekken, wie ben je? Wat ben je? God, G-O-D, wordt in India genoemd generator, operator and destructor, G-O-D. Dus de schepper genereert, openbaart, maar neemt ook terug. Wij leven nu in een fase, als je die cycli zou kennen, en die mag je kennen, yugas wordt dat genoemd, eonen, dan weet je dat we nu voor een enorme overgang staan. En juist voor die overgang krijgt ieder mens de ervaring, ik zou zeggen bijna ieder mens, want sommigen sterven wat eerder, krijgt de ervaring, waar sta je? Wie ben je? De vaccins komen op je af, de klimaatangst komt op je af, terreur komt op je af, vluchtelingen, Afghanistan, Pakistan, Irak, Somalië. Overal wordt de angst opgeklopt om je eigenlijk te doen voorkomen, wie ben ik werkelijk nu die tijdsdeur een verandering van je welste teweeg gaat brengen vanuit het goddelijk bewustzijn. Daarom zie je in bijna ieder gezin, ik hoor niet anders iedere week, scheiding der geesten. Heb jij wel laten vaccineren? Jij niet laten vaccineren? Oh, je bent stapelgek, je moet de wetenschap geloven. Ik ben wetenschapper, maar ik voel me veel meer een dichter. En het was Rossack, de cultuursocioloog, die al ooit zei, de wetenschap is zo bang voor een dichter. Als er een gedicht in de wetenschap komt, lijkt het alsof een hoer de kerk binnenkomt. Ik ben dichter ook. En daardoor misschien dichter bij het, bij dat. En de leugens in de wetenschap, ik ben er talloze bij gezien, heb ik meegemaakt. Franciscus, niet de paus, want die ligt ook een hoop bij elkaar op dit moment. Ik wil dat niet doen als een beschuldiging, maar het is geen goed voorbeeld wat hij vaak geeft met vaccineren en met de Vaticaanse bank in de handen van de Rothschild te geven. Het is niet zo'n goed voorbeeld van de meester die ooit zei, verzamelt u geen schatten van goud en zilver op deze aarde. Maar het komt er eigenlijk op neer wat de echte Franciscus zei, de mysticus, die zei, één duivel weet meer dan 1000 wetenschappers. Dus wetenschap is een schapje van weten. Zo. Je snapt veel schapjes, maar je komt tot de ontdekking dat met al die kennis je niet weet, ik ga niet zeggen niets weet, maar je weet niet wat niet te weten is. En wat niet te weten is, is dat. Consciousness. Want is er iemand die dat kan weten, zijn er twee. Consciousness, God, Tatvamasi en ik. En daarom is de matrix ook zo afgericht dat zeker in de meeste westerse talen begint eerst de taal met ik, dan jij, dan hij, dan zij, stapje lager, wij, jullie,
Zij mannelijk, zij vrouwelijk. Ik denk, jij denkt, hij denkt, zij. Dat is een matrix. Huh? Waarom doen ze dat? Waarom doen ze dat? Continu ik, daar begint het mee. Ik pak. Ik grijp. Ik doe. En niemand leert wie is dat ikje. Neem ik van dat ikje de positie af, de naam, inkomen, de zaak, de boekenkasten. Wat blijft erover? Wie ben je werkelijk? In het prachtige Parsifal begint Parsifal met te zitten op een paard achterstevoren. En hij is een nar. Daar begint het verhaal mee. En dan komt hij op zijn tocht in één keer een wijze tegen en die spreekt over God. Wat is God, zegt hij. Wat is God? Wat is God? De mensen verlangen niet meer naar het goddelijke. Het begint nu weer een stukje terug te komen. Eindelijk. Ze zijn blind gemaakt. En het land van blinden is één oog koning. En de presidenten tegenwoordig lijken te zien, maar zijn blinden. Blinden leiden blinden. Samengevat, wat de mensheid op dit moment in gigaproblemen heeft gebracht. Onvoorstelbaar groot, waar we nog niet vanaf zijn. Is door het verlaten wat de Oosterling, de Boeddha noemt, de Dharma. De Dharma is de grondwet die door het universum loopt. Door alle universa. Wat betekent dat? In de Hebreeuwse filosofie wordt hij ook de levensboom genoemd. In de positieve Kabbalah, want Kabbalah wordt ook heel vaak misbruikt, zelfs magisch, wordt het een sefirotische boom genoemd. Die door de hele kosmos loopt. Dus komt de slang van begeerte op in de levensboom. De slang van begeerte. De levensboom is de dharma, de kosmische wet. Dat is niet een wet van een Yahweh die zegt, je moet dit doen, je moet dat doen. Je mag niet doden, je mag niet stelen, geen overspel plegen. En dan op stenen tafelen schrijft, en zo doe je. So let it be truth. Weet je wat Yeshua zegt, Jezus, in de Essense evangelieën, die verboden zijn door de kerk en het Vaticaan geheim houden. Ik heb ze nog hoor. Dan zegt hij, mijn wet, zegt hij, staat niet op stenen geschreven. Maar in de loop van de rivier, in de fluistering van de wind, in de zang van de vogels, in het drijven van de wolken door de lucht, in de sterren die je kunt zien, alles staat daar geschreven. Lees het en begrijp het. Hoe meer wetten, kijk eens, iedere staat barst van de rechters. Barst van de wetboeken. Duizenden wetboeken, ze zijn er trots op. Ik voel me beschaamd dat deze aarde zoveel rechters heeft, zoveel gerechtshoven, ministers van justitie. Het is een waanzin, een schande, een ware schande dat deze prachtige planeet bestaat uit duizenden wetboeken, advocaten. Gelukkig zijn er advocaten die heel heilzaam werk doen, gelukkig. Dat zegt dus dat wij de grondwet, de vruchten van de levensboom, niet meer verstaan. En de slang die daarin komt in boek Genesis is alleen maar wat je bij de entree van deze bibliotheek ziet, met het rad van Samsara, van de Boeddha. De slang in het middelpunt wil zeggen, de begeerte komt. Welke begeerte? Welke begeerte? Verlangen, zegt de Boeddha. Tanya. Dan ontstaat er iets in het bewustzijn, niet op één dag hoor. Dat is een heel proces. En er wordt afgeschilderd alsof het op één dag gebeurt, maar dat is een mysterieverhaal. Wat gebeurt er dan? Een splijting in de geest. Kijk naar ons hoofd. Linker, rechter hersenhelft. Egyptische farao's hebben het derde oog hier. Dat betekent, links en rechts was vroeger één. De twee takken van de levensboom, van de grondwet, was verenigd. Daardoor was er een helder zien, een helder horen, een helder proeven. Hadden we al die elektronica die we nu nodig hebben, niet nodig. Dat is een splijting. In het rad van Samsara zie je bij de Boeddha ook nog een ander dier. De pauw, de trots. En die mag opkomen, want dat is juist de vrijheid.
Dat is niet iets van God heeft dat gecreëerd om ons dwars te zitten. Nee, je hebt de vrijheid. Dus alles mag je ervaren. Je begeerte, je verlangen. Te denken dat het aan jou toebehoort. Mag ik een leuk verhaaltje vertellen van Alexander de Grote? Zeker. Ja, Alexander de Grote. Het is misschien opgevallen, heel veel koningen noemen zich de Grote. Hè? Karel de Grote, Alexander de Grote. Lekker overcompenseren. Ja, ja. En Napoleon was een heel klein ventje. En die zei ooit tegen zijn generaal, waarom loop je altijd weg als ik in de buurt ben? Die was 2,05 meter. Ja, zegt hij majesteit. Dus hij liet zich aanspreken met majesteit. Dat betekent de schitterende. Want veel koningen en keizers vergelijken zich met de zon. Hij zei, majesteit, ik loop een beetje krom als u in de buurt komt. Want ja, ik ben veel langer dan u. Ik ben veel groter dan u. Nee, zei Napoleon. Ik ben groter. Jij bent langer. En Alexander de Grote, die ook niet zo groot van formaat was. Behoorlijk groot, redelijk groot, maar niet 2,05 meter. Sommigen zeggen hij zou een titanenafstammeling zijn, dat betwijfel ik. Die ging naar het orakel van Delphi om te vragen of hij een afstammeling van de goden was. Ja, je bent een afstammeling van de goden. Een soort Hashish effect, want Delphi was bekend. Daar kwamen rookwolkjes uit de aarde en dat benevelde gewoon je bewustzijn. Je komt een soort trance en die omgekochte Pythia, zoals ze heette, slangenvrouwen, die streelde de koning en zei, ja, u bent van goddelijke afkomst, gekregen gouden munten van Alexander. Toen ging hij naar het Zeus-orakel. Ben ik de zoon van Zeus? Nou, toen maar, zei Zeus staat aan de basis van Europa, hè? De stier. Ja, je bent de zoon van Zeus. Nou. Veroveringstocht. Die hebben allemaal een mondiale waanzin. Wat je nu ook bij de New World Order ziet. Een mondiale waanzin. Een gebrek aan kennis, een gebrek aan inzicht, een gebrek aan echt weten. Daarom doen ze deze ongelooflijke vrede dingen door niet weten. Alexander gaat alles veroveren. Perzië. Wat nu Iran heet. Griekenland. Hij had één groot voordeel. Hij ging met filosofen debatteren, want hij was behoorlijk onderlegd. Aristoteles was zijn leraar, hè? Aristoteles. En dat moest hij wel, want hij werd goed betaald. En dan ging hij debatteren en hij had een goede kwaliteit ook, Alexander de Grote. Hij kon heel goed debatteren, heel goed filosoferen. En hij zocht eigenlijk, binnen zijn veroveringstocht, zocht hij God. Hij vond het niet. Dan gaat hij naar India en hij liet zijn troepen altijd vooraf gaan door een paar rabouwen op een groot paard gezeten, die de asceten die aan de kant lagen omverduwden. Van weg jullie, Alexander komt eraan. Tot Alexander er één zag, die ging niet weg. Die lag naakt. Men noemt dat net als in Griekenland de gymnasten, waren naaktlopers. Dus zelfs hun kleding waren ze niet meer aan gehecht. Je wordt naakt geboren en sterft naakt. Dus of je nou een driedelig pak bij de elite aan hebt en Macron een mooie das aan doet als hij een officiële toespraak houdt en een kolletje als hij tot de jeugd moet spreken om populair te doen, dat maakt allemaal niet uit. Het is dezelfde onechtheid. En wat doet die Alexander? Die zegt tegen die rabouw op dat paard, allee, duw hem weg. En die asceet kijkt Alexander even aan en die zegt heel eenvoudig, wie bent u? Wat? Ik ben Alexander de Grote. Dat ziet u toch? Oh ja, zei hij. En hoe zie ik dat? Hij keek hem alleen aan. Dat is heel nauwkeurig beschreven. Alexander begon te trillen. Stap van zijn paard. Spreek met die man. Wordt onderricht. En zegt later, beschreven, de grootste wijzen wonen in India. En na zijn dood, hij stond eerst nog voor Afghanistan. Hij zag de toppen van de bergen en hij dacht, Afghanistan ga ik ook veroveren. Het werd een nederlaag voor je welste. En hij heeft later gezegd, dat is wel interessant voor nu, probeer nooit Afghanistan te veroveren. Je gaat verliezen. De hoge bergen, die kennen zij beter dan wij. En dan komt hij terug en vlak voor zijn dood, na een nederlaag, had hij gezegd, althans, dat zegt de overlevering. Ik wil begraven worden, eerst op een baar liggen met houten stokken, naakt. En mijn armen zullen naast de baar naar beneden bengelen.
Want ik ben tot het inzicht gekomen als wereldheerser. Ik bezit niets. Goed inzicht. Ja, en dat is de essentie. Al die New World Order leiders met de miljardairs. In mijn ogen zijn het zeer arme mensen. Zeer arm. Ik heb vanuit dat oogpunt met ze te doen. Er is ook voor hen compassie. Want ook zij hebben ooit de poging ondernomen het goddelijke te zoeken. Er zijn uitzonderingen die een demonische geest hebben. Die zoeken niet meer. Hun macht, hun vertoon, hun paleizen, hun jets, hun bankrekeningen is voor mij een opperste teken van de grootste armoede. En hun macht die mensen in ellende drijft. Hun macht die mensen broodeloos maakt. Die een poel van lijden teweeg brengt. Oorlog na oorlog, van geslacht tot geslacht, met wapens. Dat is een drama. En dat komt omdat in deze situatie de mensheid totaal, vandaar die strijd in de godsdiensten, de dharma kwijt is. En dharma is niet gebonden aan een sharia van de islam of een talmoedische wet met mooie lange pijpenkrullen of een katholieke kerk die zegt en zo luidt het gebod. De dharma is een natuurlijke wet die je met je hart kunt begrijpen in de kosmos. En die vaak de natuurvolkeren, ik heb met veel indianen mogen spreken, nog helemaal kennen. En die worden dan meestal uitgeroeid. En is het niet zo dat je ook dat je pas dat gaat begrijpen op het moment dat je toch ook weer over dat bewustzijn, dat je toch ook begrijpt dat je vanuit je intuïtie en van je hart moet leven en in plaats van alles vanuit je hoofd te doen. Ja. Dit is een gesprek die ik vaak heb, waar ik zeg dat zeg maar als jij dat alles mogelijk is, dus dat op het moment dat je naar je hart leeft en je intuïtie volgt, dan komt naar je toe wat je op dat moment nodig hebt, bijvoorbeeld. Maar op het moment dat je gevangen zit in die matrix, bij jou gaat hij nog vaak een stukje dieper dan dat ik hem noem, maar weet je, als je gevangen zit in je werkgever, en gevangen zit hier en gevangen zit daar, dan ga je daar niet meer, dan ben je niet meer in staat om dat te kunnen doen, en dan begrijp je niet eigenlijk wat er op dat moment gezegd wordt. En dan ben je dus ook vatbaar voor wetten en al die dingen die in de matrix zeg maar zijn opgeschreven. Ja. Terwijl als je daar uitbreekt en je gaat juist weer naar jezelf toe, dan begrijp je dat ook meer, denk ik, wat jij nu net zegt. Ja, alles draait om het hart. De hart is niet zoals fysiologen zeggen een spier, een holle spier. Dat is een van de grootste leugens. Laat proberen dit grote geheimenis, want het is om te begrijpen ook met verstand. Het verstand heeft ook een betekenis, ook een zin, maar is niet primair. Ik heb al eens verteld dat Pim van Lommel terecht heeft gezegd in zijn boek Bewustzijn en over het hart. Het hart heeft ongeveer 40.000 tot 60.000 keer sterkere uitstraling dan de hersenen. 40.000 tot 60.000. Het eerste bij een embryo is ook het hart wat in ontwikkeling komt. Waar uw hart is, zegt Yeshua, is de wijsheid. Dan wordt er een hele mooie uitspraak gedaan. Door de kerken totaal misgrepen. Ik vind ook persoonlijk dat je moet proberen in je leven, als je de matrix doorkrijgt, wat ik noem beyond religion te leven. Want iedere godsdienst heeft grenzen, muren, middelaars, verkleedpartijen. Of het nou een priester is met een mijter of een kazuifel die voor jou de zegening geeft. Of een moela die zegt zo moet je leven volgens de Koran. Of het is een Joodse man, een rabbijn die met een keppa of een keppeltje zegt dit zegt de Talmud. Dat is allemaal tweedehands. Ik bedoel het niet beledigend, niet kwetsend, maar het is tweedehands rommel. Het belast je geest. Waarheid is direct voor iedereen bestemd. Ga je eenmaal begrijpen hoe die matrix ongelooflijk veel lagen heeft. En dat binnen de matrix, die ook in galaxie bestaat. En we denken letterlijk even aan de film. Daar heb je een zekere Neo. Tegenwoordig bij transhumanisme spreken ze bewust over de neo-mensheid.
de neo-mensheid. Die vol met chips komt, vol met elektronica, artificiële intelligentie, verbonden met 5G, verbonden met satellieten. Wordt openlijk gezegd, hè? Openlijk. Het is niet zo moeilijk om daar tientallen bronnen voor te zoeken. De Matrix, die is vooral gebouwd door krachten die we moeten kennen. Boeddha spreekt over demonen. Krishna in de Bhagavad Gita: als je de wereld van de demonen niet kent, kunt je nooit tot mij komen. Mij is geen persoon. Mij is consciousness, bewustzijn. De Indiër noemt dat Atman, wij noemen dat ziel. Yeshua, Jezus, die noemt dit archonten. In de bronnen uit Egypte, die verboden waren voor de kerk natuurlijk, staan parels van wijsheden in. Krachten en machten in de onzichtbare gebieden. Daarom zegt Yeshua: wij strijden niet alleen tegen de wereldse overheden. Dus de keizers, de koningen, de regeringen. Hier in Frankrijk hebben ze een heel mooi woord: gouvernement. En daar hadden ze bij een manifestatie iets achter gezet. Gouvernementeur. Menteur betekent leugenaar. Gouvernementeur. Yeshua zegt heel simpel: geef de keizer wat de keizer toekomt. Betaal je belasting, want dat moet je nou eenmaal om de staat, die behoorlijk onderdrukkend is, een beetje in stand te laten. Anders word je meteen vermoord in de Romeinse tijd. Maar hij leert: de werkelijke strijd is tegen de archonten in de onstoffelijke gebieden. Je hebt derde dimensie nu en vijfde. Bijna al die New Agers slaan de vierde over. Daar zitten de archonten. Die genieten van dit spel. Die mensen willen uitspelen. Godsdienst willen uitspelen. Een oorlog nu weer aan het voorbereiden zijn op hele grote wereldschaal. Waarom? Archontoi, wat betekent heersers. Of daimon, niet demon zoals Socrates gebruikt. Bij Socrates is demon, daimon het goddelijke. Maar in de demonologie, de duivels, betekent dat dat je dus niet meer de echte goddelijke kracht leert kennen. En de demon heeft als functie, of de archontoi, om jou te beproeven op diep, diep niveau. Waar sta je? Zie je binnen de matrix hoe het in elkaar zit? Er zijn krachten en machten die bij de val van de wachters, engelen genoemd, Anunnaki genoemd, de hele wereld achter de regering, via geheime genootschappen, alles in hun macht hebben. En dat staat nu op breken, dat weten ze. Een voorbeeldje: als Rusland een nieuw wapen heeft ontdekt waar Amerika van schok, ze zei: we hebben vergeleken bij jullie atoombom, een soort atoombom die 1000 keer vernietigender is. 1000 keer sneller. En jullie kunnen ons nooit aan. Weet je hoe ze die bom noemen? Dat wordt nooit gepubliceerd op de voorpagina. Satan. Letterlijk. Als in Alaska harp staat bij Gakona, wat onweer kan veroorzaken, aardbevingen, schokgolven de oceaan, dan staat daar vlakbij een telescoop die heet Azazel. Azazel was de leider van de 200 wachters of demonen of Anunnaki. Het wordt openlijk gezegd, maar niemand weet het meer. Yeshua zegt: onze strijd gaat niet alleen tegen wereldse machten. Dus een spirituele mens neemt ook standpunt in naar wereldse overspoeling. Alleen je verbindt je er niet mee. Als je ermee verbindt, gaat je ego, je persoonlijkheid in haat, agressie. Hè, daarom zeg ik ook altijd: manifesteer. Kom in het verzet. Massaal. Maar doe het absoluut van binnenuit geweldloos. Want ga je geweld gebruiken, komen de militairen, de politie, en die energie die hij vrijmaakt is hun voeding. Archontoi leven van de lichtkrachten van het bloed. In een van mijn boeken die ik mogelijk Deo Volente ga publiceren, zal ik het geheim van het bloed uiteenzetten. Waarom Goethe ook zegt: bloed is een ganz besonders saft. Bloed is een heel bijzonder sap. Die archontische machten die weten dat nu een eindpunt komt van een hele grote cyclus.
Dus dat hun gebied, de vierde dimensie, geschokt, geschud wordt, opgebroken. Door de ene met een hoofdletter. Want niet de gouvernementen, niet de staat, niet de burgemeesters, niet de ministers regeren. De ene vanuit liefde, niet vanuit onderdrukking en macht. Ter herstel van de dharma. Die Argontoi, die voelen dus, we staan op een breekpunt. Die bedienen zich op het schaakspel, om een term van Brzezinski te gebruiken, de chessboard, van pionnen die macht hebben. Regeringsleiders die onkoopbaar zijn. Schrijvers die onkoopbaar zijn. Ze hebben liefst heel graag schrijvers. Hè? Zelfs Tolstoj heeft dat meegemaakt. En Pushkin en Solzhenitsyn. Want schrijvers hebben veel invloed. Maar je verloochent jezelf. Je verraadt jezelf als je verkoopt, letterlijk gezegd, aan de duivel. Je krijgt roem. Je krijgt geld. Roem en geld kunnen een bijeffect zijn. Maar als je eraan gehecht bent, zit je in hun klauwen. Dus de machtselite staat in dienst van de Argontoi. Onzichtbare machten en krachten die worden gesymboliseerd in het symbool van de slang en de draak. Daarom zie je bijvoorbeeld in Den Bosch, in het centrum, een gouden draak. Kom je verschillende steden, zie je de draak, de slang, als het symbool. Dat heeft te maken met het planetenstelsel in ons universum, Draco. Er zijn entiteiten die zich verbonden hebben, ik wou het verhaal niet te diep uitspitten, en die uiteindelijk geleid hebben tot de val der engelen, de val der wachters, een mogelijkheid binnen de vrijheid, die zich verbonden met de mensheid tot in het DNA. Vandaar dat hebben wij ook besproken in de vorige aflevering. Ja, dus als mensen dat niet willen kijken, kunnen ze niet terugkijken. Daar moeten we nu niet te diep op ingaan. Dus, als Yeshua dan zegt om uit deze matrix te komen, ga naar je hart. Het koninkrijk gods is het allerbelangrijkste. Alleen de kerk gaat zeggen, koninkrijk gods, dat is na de dood, als jij gedoopt bent en je krijgt heilig oliesel, dan ben je door onze bemiddeling in een aparte rijk kom je dan. The kingdom of God is the kingdom of consciousness. Dat betekent, als je al je zoeken wat je uit je eigen leven vertelt, je komt uiteindelijk op het spirituele pad. Al je zoeken leidt dan tot de weg. En die weg ben jezelf. We mogen niet zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven, op het niveau van het ego. Maar als je vanuit het bewustzijn gaat beseffen, bewustzijn is de weg. Bewustzijn is de waarheid. En bewustzijn is leven, is dat het ultieme moment in onszelf, dat je beseft, al je begeerten, al je verlangens, alles wat je wil worden. Ze vragen heel vaak ouders en kinderen, wat wil je worden? Nooit wat ben je? Wat wil je worden? Die hele wordingsdrang is een ontlediging naar bewustzijn, naar de ziel. Is een matrix. Je zou kinderen eigenlijk mogen opvoeden aan de hand, natuurverkennend, riviertjes verkennend, dichten met elkaar, verhalen schrijven, sterren kijken, luisteren naar elkaar, leren wie ben ik eigenlijk. Dat is de mooiste ontdekkingstocht. Waarom zijn er veroveringstochten? Waarom zijn er kruistochten? Ook van kinderkruistochten. Ook hier in de Ariège zijn er kruistochten geweest tegen Kataren. Waarom is er inquisitie? Waarom zijn er Taliban die zeggen, zo moet je leven en zo moet je gehoorzamen? Dat komt omdat wij de Kingdom of God, het consciousness-principe, niet meer kennen. Dus ga je al je begeerten ontdekken dat die alleen maar leiden tot uiterlijke verschijnselen. Uiterlijke verschijnselen die interessant zijn. En boeiend, boeiend. Ze zijn boeiend. Ze boeien je. De mensen die huizen hebben met camera's en alarm. Ja, wat is dit eigenlijk? Waarom hebben we miljarden camera's inmiddels op onze planeet? Miljarden satellieten en drones die overal zwermen om ons te controleren. Dat is omdat we de controle op liefdesniveau van onze begeerten niet meer begrijpen. En dan zien we het extreem buiten ons dat wij nu gecontroleerd worden. Wij worden gecontroleerd. Ik heb in mijn leven prachtige aanbiedingen gehad waarvan ik iedere keer voelde, dit moet je niet doen, Marcel. Dit leidt je af van je werkelijke innerlijke route. Ik heb, als ik zo naar je zit te luisteren, want je praat dan lekker en ik kan dan ook echt gaan luisteren. En wat ik heb zoveel van die momenten ook tijdens zo'n gesprek, dat ik
even bij mezelf te raden ga. En nadenken over mijn eigen leven eigenlijk. En hoe ik dat zelf op bepaalde momenten aanpak. En dat is zo'n gesprek dat kan echt binnenkomen. En dat vind ik ook mooi. Want ik heb aan de aanleiding van het eerste gesprek dat we hebben gevoerd... vooral heel veel vrouwen gehad die mij berichten hebben gestuurd, e-mailtjes, berichten op Instagram en waar dan ook. Dat ze het gesprek met jou zo ontzettend waardevol vonden. En dat het zo resoneerde en dat het zo voelde. En dat denk ik, dat vind ik wel bijzonder. Want het zijn ook echt wel jongere mensen. En ik denk, ik bedoel, ik kom ook maar net kijken, maar... Ik heb wel het idee dat die groep wel enorm aan groei is. En ik denk op het moment dat je begrijpt wat jij zegt nu... dan ben je al best wel... Ja, absoluut. En dan kan je het in ieder geval volgen. En ik bedoel, ik volg het ook net. En sommige stukken die voel ik dan enorm. En andere stukken moet ik dan nog later over nadenken. En die komen, vond ik wel grappig. Als ik je dan weer een keer zie... dan zijn er in de tussentijd weer wat stukken op zijn plek gevallen... van die dingen die je dan hebt gezegd. Maar het punt waar ik heen wil is dat ik denk dat dat volgens mij groeit de groep dus wel enorm die hiermee bezig is en dit voelt ook. Er is een werkelijk wakker worden bespeurbaar. En ik zie mijzelf gewoon ook alleen maar als een voertuig. Hè. Laten we dat ook relativeren. Ik voel me als een voertuig om de dharma, om het zo maar te noemen... Aan de harten van de mensen mee te delen. En ik ben ook iedere dag bereid, moet ik het stoflichaam verlaten... of verscheiden van deze planeet, heb ik mijn taak, mijn dharmische plicht... en duty is iets anders dan een plicht van boven naar beneden... je innerlijke taak gedaan... Dus ik zie persoonlijk, en Marijke signaleert dat ook... en dierbare vrienden en vriendinnen, jij signaleert het nu ook... een stapsgewijs meer en meer begrijpen waar het om gaat. Alleen zeg ik daarnaast, de tijd dringt. En ik gebruik dat niet als een middel van pressie... van hup, opschieten... maar besteed je tijd aan de juiste dingen. Als je het achtvoudig pad van de Boeddha bekijkt... Hè, Boeddha had 4 edele waarheden en een achtvoudig pad. Die komen perfect overeen met de leringen van alle grote leraren, alle grote meesters. Alleen, de droefnis is dat men in deze technologische tijd daar haast nooit meer naar kijkt of luistert. Maar het begint te komen. Wat zegt Boeddha? Eerste waarheid, zegt hij, edele waarheid, nadat hij alles had afgelegd. En dat was hem gezegd door een... grote voorspelster. Dit wordt een keizer over de hele wereld. Hij heette Siddhartha. Siddhartha in het Pali of Sanskriet betekent... hij die alle kenmerken heeft om zijn doel te vervullen. En dan komt er plotseling een orakel bij en die zegt... hij kan of de machtigste keizer worden... of een groot asceet die tot verlichting komt. Het ware doel van je leven. Ware bevrijding uit de matrix. Wat doet de vader van Siddhartha? Die verwendt hem, die zet iedere dag verse bloemetjes... geeft hem goud, sieraden, mooie kledij... en laat hem nooit het paleis verlaten. En Siddhartha krijgt het in de gaten. En 's nachts spreekt hij af met zijn wagenmenner. We gaan een route maken in de stad. Ik wil zien wat het volle leven is... Hij maakt een route en tegen de ochtend komt hij allerlei mensen tegen op de markt. Hij ziet plotseling iemand die oud is. Hij ziet een gestorvene. Hij ziet een zieke. Hij begrijpt plotseling, in mijn paleis heb ik nooit geweten wat hier buiten gebeurt. Ziekte, lijden, dood, streven, hard werken voor beroepen, je brood verdienen. Toen zwoer die, ik ga het pad... Dhamma ga ik. Dat is het enige wat telt. Hij vertelt later in zijn levensstroom... dat hij ongeveer 500 incarnaties heeft doorgemaakt... om dit te kunnen realiseren voor wereld, mensheid en levende wezens. Dat noemen we een Boeddha. Zijn eerste edele waarheid is... er is dukkha. Er is lijden. Ik vertel een voorbeeldje. Toen ik kind was, had je in Brabant en Limburg carnaval spelen. Ik kon er nooit aan meedoen. Misgun ik mensen plezier, dansen, maskers. Typisch, toen hoefden ze geen maskers te dragen en toen droegen ze. En nu hoeven het niet altijd en dragen ze toch nog. Ik kon er niet als kind. Er was iets heel dieps in mij. Gaat het hier nu om in het leven? Gaat het hier nu om? Ik bedoel, dansen, plezier... is absoluut niet een verbod.
En ik heb ook wel eens in de studententijd heerlijk gedanst en gefeest. Maar heel weinig, heel weinig. En het is ook niet iets van, dit mag niet of kan niet. Maar er komt een moment in je leven, soms kan het gebeuren dat het van je wegvalt of van je afgenomen wordt. Dan ga je zien, wat is dit theater eigenlijk? Wat is dit eigenlijk? Wat doe ik hier? Wat gebeurt hier om me heen? Hai, hai, hai. Wat is dit eigenlijk? Boeddha zei, dukkha komt door verlangen. Tanya, tweede edele waarheid. De slang die in jezelf de begeerte opwekt. Nog meer, nog anders. Die wijze. Nog meer verdienen, nog meer veranderen. Nog meer aandelen, nog meer zus, nog meer zo. Hij zegt continu, en dat legt hij buitengewoon diep uit, leidt dit tot nog meer lijden. En dan zegt hij, dit kan uitdoven. Samudaya. Wat we later nirvana noemen. Uitblussen. Dat betekent alleen maar, al je verlangens gaan uitblussen, uitdoven. Zoals de stormwind, die vergeleken wordt met de begeerte, plotseling tot luwte komt. Dan zegt hij, hoe kan je dat bereiken? Hij noemt dat het achtvoudig pad. Nadat hij enorm lang in ascese ging, nauwelijks meer at, mager was tot op zijn navel, die kon hij drukken tegen zijn botten. Hij zei, dat is het ook niet, dat fanatieke vasten. Hij komt tot verlichting, absolute verlichting. De goden uit de hogere gebieden vragen, die kunnen zich manifesteren. Dat noemen we tegenwoordig shapeshifting. En die zeggen, Boeddha, onderricht ons de dharma. Want wij zijn in de hoogste gebieden, waar we miljoenen jaren kunnen leven, niet eens vrij. Wij weten ook, vroeg of laat gaat het rad ook hier weer wentelen en worden we opnieuw herboren in een andere bestaanstoestand. Alsjeblieft, Boeddha, onderricht aan alle levende wezens, aan alle goden. Want zo'n leraar onderricht niet alleen op de aarde, die richt tot in alle bestaansgebieden. En kan zichzelf ook manifesteren via wat men noemt siddhis, geestesgaven, spirituele vermogens, op welk gebied. Als er in de teksten staat dat Yeshua door muren heen kon, of plotseling in hun midden stond, of hun gedachten las, is dat een bijverschijnsel van spiritualiteit. Geen hoofdverschijnsel. Bijverschijnsel. Dat mag je ook niet misbruiken. Als je misbruikt, controleer je. Ben je een ander aan het controleren. En Boeddha kon dat. Dat kan iedere grote leraar of lerares. En ze zullen dat nooit showen. Never. Alsjeblieft, onderricht de dharma. Dan zegt hij punt 1. Van dat achtvoudig pad. Heb nu door wat het pad is. Doordat je de begeerte begrijpt. Dus altijd verlangen. Iets, wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik morgen doen? Hoe zullen we het zus regelen? Hoe zullen we het daar doen? Kom ik daar wel? Als jij net zei, als je kunt overgeven met je hart, komt alles naar je toe. Is dat een universele waarheid? En ik kan het alleen maar zeggen, anders zou ik geen kracht in mijn woorden doen. Ik ken de ervaring. Als je eerst het koninkrijk zoekt, consciousness, komt alles naar je toe. Wat nodig is, niet te veel en niet te weinig. Dus als gezegd wordt, zoek eerst het koninkrijk en al het andere wordt u toegeworpen, is dat een effect van de dharma en de kosmos? Kinderlijk gezegd, God houdt met onvoorstelbare liefde van alle levende wezens. Maar getuig even dat je ernaar verlangt in de enige manier van verlangen. Het echte verlangen is alleen maar als een pijl uit de boog op het ene doel gericht, dat is het enige echte verlangen, weer één zijn met het goddelijke, met de dharma, met de spiritualiteit, met wie je werkelijk bent, wat nu gespleten is. De boom van kennis, van goed en kwaad. Dus die edele waarheden houden in dat je het juiste denken leert, dus dat je heilzaam leert denken, het juiste spreken, dat zijn krachten, hè? Gedachten zijn krachten, dat weten we nu. Daarom wil de New World Order met elektronica, met onvoorstelbare trillingen over deze aarde, onze gedachten ook beïnvloeden en uiteindelijk controleren. Harari, de bekende figuur die zelfs met Rutte heeft gedialogiseerd over de transhumane mens, wat Rutte ontkent. Maar gelukkig is er altijd nog een Gideon, wat gebaseerd is op de Bijbel, de Gideon-bende, die dat kan ontmaskeren.
Dat is een goed stukje, ja. Ik heb ooit wel eens gezegd, meneer Gideon, bent u goed op de hoogte? In het Oude Testament wordt van de Gideon-bende gesproken uit 300 man. Als er 300 Gideons zijn, kunnen ze het comité van 300, de hele machtselite, omverwerpen. Er hoeven maar 300 te zijn. Dus het juiste denken, het juiste spreken, het juiste handelen zijn trillingen. Gaan die corresponderen met amen, met ene oom. Dus je correspondeert weer met de grondtoon in het woord, in de spraak, in het denken, in het handelen. Dan gebeurt er iets in je lijf, in je bewustzijn. Je bent in akkoord met het ene. Dus wat doet het ene als reactie? Alles wat nodig is, komt naar je toe. Juiste beroep, zegt de Boeddha. Nou, ik denk dat je 90% van de beroepen in de matrix kunt afschrijven als overtollig, zakkenvullerij, bedrog, leugens, amusement en noem maar op. Dat mag van mij allemaal, hè. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien hier. Ik ben hier persoonlijk met mijn zielemaatje om hopelijk zo goed mogelijk dienstbaar te zijn. Alleen maar daarvoor. En wordt mijn lijf weggenomen, ik weet dat er absolute joy is. Absolute vreugde. De meeste beroepen zijn binnen de matrix om de agontische krachten te dienen. Zelfs het woord minister betekent letterlijk dienaar. Wie dienen ze? Wie? Le premier ministre. Die wordt genoemd de primus inter pares in het Latijn. De eerste onder zijn gelijken. Maar kom toch gauw. Maar kom toch gauw. Ken jij één president, één eerste minister, die de gelijke is aan de andere gelijke? Ik niet. Dus deze wereld zit ook in de beroepen. Dat wordt ook wel eens door Comenius genoemd, het labyrint waar je doorheen gaat van dwazernij. Het labyrint der wereld, dat is de matrix, dat is de matrix. Die zit vol afleiding, zo vol. En ik praat uit ervaring, hè, want ik heb de meest verlokkelijke banen in mijn leven gehad. Echt verlokkelijke banen voor veel geld. En dan ging er een signaaltje in mij. Voor wie doe je dat? Voor jou? Voor jezelf? Is je taak niet eigenlijk om de levende wezens vooruit te helpen? Om dienstbaar te zijn? Wat ongelooflijk mooi is. Het geeft een hele zachte vreugde. Juiste denken, juiste spreken, juiste handelen, juiste beroep. Juiste gerichtheid. In het Hebreeuws betekent het woord pecha, is vertaald als zonde. Het is totaal fout. Zonde, zonde, zonde. Pecha komt in het Hebreeuws uit de pijlboogschietkunst. En die spirituele kunst, ook de kunst van zen, hè, zen en het boogschieten, prachtkunst. Ik heb ooit in mijn leven kendo gedaan om mijn geest te leren kennen. Maar de kunst van boogschieten is om bij iedere beweging die je maakt, met je hand, met de boog, met de pees, het zo op de boog en de pees te leggen dat geest, de boog, de pees en het doel one zijn. Kun je nooit missen. Kun je nooit missen. Je ziet in India pijlboogschieters en kendo mensen die nooit een doel missen, omdat dat één is. Die gaan ook nooit naar de Olympische Spelen, hoor. Want dat is allemaal ego. Goud, zilver, wat is dat allemaal flauwekul. Moet je nagaan, Olympische Spelen. De wereld staat in brand en ze ontsteken een Olympische brandvlam. Brood en spelen. Juist, jongen. Brood en spelen. En dat is de essentie van de matrix. Hou ze stom en dom en krom. Wij kunnen regeren. En dan zegt, sorry, dan zegt de Boeddha, het zevende van het achtvoudige pad is niet alleen de juiste gerichtheid, de juiste meditatie ook. Neem momenten in je geest van rust. Sta stil gewoon. Jij belde mij, hè? En wilde graag nog een gesprek doen. En het was best wel kort op de andere. Maar eigenlijk was het vooral primair je doel toen je me belde. Omdat je het verhaal wat je wilde overbrengen was hetgeen wat ons zometeen na de zomer te wachten gaat staan. Ja. Ja. En gezien ik dat ook een belangrijk thema vind,
dacht ik, hey, nou, dat is een goed idee. Laten we het er vooral over hebben. Ja. Want als we denken dat het pittig was tot nu toe, dan kunnen we ons bos nog borst wel even nat gaan maken, geloof ik, omdat wat aan zit te komen. Ja. Dus wat is voor jou nou hetgeen waarvan je, nou, wat jouw eigenlijk beweging was om weer de telefoon ook op te pakken om mij weer uit te nodigen. Maar dus ook wat is nou, wat gaat er zo meteen gebeuren? Ja. Laat ik een vooropmerking maken. Ik ben geen karakter die zijn kop in het zand steekt. En je hebt mensen die zeggen, ben je optimist? Ben je pessimist? Ik ben geen van tweeën. Ik ben gewoon realist. Ik zie, ik kijk. En de kop in het zand steken, dat komt uit de struisvogelpolitiek. Het merkwaardige is dat een struisvogel steekt nooit zijn kop in het zand. We hebben het er alles over gehad, mijn. Die legt zijn oortje op het zand om in de verte het naderend gevaar te horen. Dat is slim. Dat is slim. Ja. En zit in hun genen. Dus de schepping en de schepper heeft meegegeven dat voor dit soort dieren even zo luisteren. Ieder dier heeft iets meegekregen om zijn uitrusting in het leven te kennen. Ook de lieve hond die nu naast me komt liggen. Ja, ik zag hem al een beetje nerveus heen en weer. Een Tibetaanse berghond. Hè? Die buitengewoon intelligent en heel, heel apart in karakter zijn. Als je nu ziet, laat ik beginnen bij een uitspraak van Davos bij Klaus Schwab. Dan blij dat steeds meer mensen gaan horen en beseffen wie Klaus Schwab is. Die een groep van ongeveer 10.000 mensen om zich heen heeft in de technologie, artificiële intelligentie, in de chipindustrie en noem maar op. Ik las trouwens ergens plaatjes dat ik ergens voorbij zien komen. Het kan natuurlijk ook weer fake zijn, maar dat hij ook van de Rothschilds. Hij heeft absolute relaties en alles wijst erop dat hij een afstammeling van de Rothschilds is. Ja, toch? Ja. Ja, maar goed gezien. Dus. Zijn er meer hoor. Zijn er veel meer dan je denkt. De Rothschilds die hebben duizenden nazaten. En sommige via buitenbaarmoederlijke verwekkingen. Schwab heeft nog onlangs gezegd. En dat beschrijft hij in zijn boek. De vierde industriële revolutie. Maar hij heeft persoonlijk nog gezegd. In een lezing. Als ik het niet goed citeer. Moet je het aan meneer Rutte vragen hoe het precies zit. Daar zegt Schwab. Deze revolutie. Gaat niet de omstandigheden veranderen van de mens, maar de mens zelf. Daar zegt hij wat, zeg. Deze revolutie, de vierde, dus na de industriële revolutie en de technologische revolutie, die in de begin 20e eeuw al begonnen is, die gaat niet de omstandigheden veranderen, maar de mens zelf. Hij nodigt Harari uit in Davos. Laat hem praten over transhumanisme. Dat heeft Kurzweil al gedaan. Men is op dit moment met een spoedprogramma bezig. Wat de meeste mensen niet vermoeden. Men dacht vroeger, dat duurt 50 jaar. Ik zei altijd op mijn krukje als ik onderricht gaf. Dat duurt geen 50, maar 5 jaar. En als ze 5 jaar zeggen, is het 5 maanden. Men is buitengewoon gevorderd met via het vaccin. Laten we zeggen, de mens met spijkereiwitten te bestoken, die via de schouderspieren worden gezet. En men denkt dan, dat blijft hier. Ik heb al gezegd, bloed is een heel bijzonder sap. Nee, dat verbindt zich met bloedplaatjes, met de bloedstructuur. En dat gaat bloed veranderen. En we zeggen dan, enkele trombosegevallen, enkele hartproblemen. Ga je de adviezen, de cijfers van de EMA raadplegen. De European Medical Agency. Duizenden gevallen. Ga ik raadplegen uit Amerikaanse bronnen. Miljoenen. Dat mag je niet zeggen. Zoals iemand die tegen het vaccin is. Niks mag zeggen. Maar er mag wel een uur televisieuitzending zijn. Van hoogleraren die tegen de personen zijn. Die tegen vaccin zijn. Maar zelf mag je niet uitleggen. Ik heb geen hekel aan iemand. Ik haat niemand. Ik wil alleen op basis van andere wetenschap. Andere informatie. Dat mensen ook geïnformeerd worden. Het vaccin heeft als doel om de mens ook via grafeenoxide, dat is op nanoniveau grafiet, in het vaccin te zetten. Waardoor je met bijvoorbeeld artificiële intelligentie verbonden kunt worden. Met satellieten. Met drones.
met Elon Musk, die stuurt niet voor niks 20.000, 40.000 satellieten de lucht in. Dus dat stofje, dat graphenoxide, maakt het mogelijk om... Dat maakt het mogelijk om straks, en daar wordt continu gezegd... Ik heb hier zeker 10 boeken van hoogleraren over 5G. En ik ben niet de enige. In Duitsland zijn er mensen die die boeken kennen. In Engeland, echt hoogleraren met kennis die zeggen... Kijk, die 5G, die wordt nu een spoed uitgerold... om de verbindingen te maken van binnenuit... Deze revolutie gaat niet de omstandigheden veranderen, maar de mens zelf. En daardoor kun je totaal gecontroleerd worden. Totaal. Plus, heb de juiste gedachten, zegt de Boeddha. Je gedachten kunnen beïnvloed worden. En wat Harari nog onlangs zei, we staan niet ver af dat we uw gedachten kunnen hacken. Zal ik het dus openlijk zeggen? Ik vind dit de hoogste morele zonde. En u spreekt het woord zonde uit in de betekenis van dit is vreselijk wat je hier zegt en wat je doet. Vreselijk. Keer je in. De tijdsdeur staat nog open. Keer je in. Thought Police moet ik gelijk aan denken. De Thought Police. Ja. Heeft Orwell dat niet geschreven? Orwell heeft al gezegd, en Goebbels zei het in zijn ministerie van propaganda. Hè. Hij zegt, als je maar lang genoeg liegt, gaan mensen geloven dat dat de waarheid is. Ik heb het in Boekwoorden bij Wakker, wat nu een tweede editie weer inmiddels heeft, heb ik het tientallen keren gezegd. Niet alleen van Goebbels, maar ook vanuit het ministerie van Waarheid van Orwell. Zorg dat de mensen gaan denken, vrede is oorlog, oorlog is vrede. Ga zorgen dat je alles omdraait. Nietzsche noemde dat omwerten aller werte. Alle waarden omkeren. Lieg, lieg. En ze gaan denken dat de waarheid is. Die upside down. Ja. Nu, dat is één punt. Dus we staan voor een zeer snelle ontwikkeling vanuit de machtselite. Hey, even nog, want dat graphenoxide, hè, want ik las ook laatst, ik weet niet of jij dat ook weet, maar dat het dus ook in die PCR-testen en zo zit, die je in je neus geramd krijgt. En volgens mij ook zelfs nog deeltjes van in de mondkapjes zitten die we constant aan het dragen zijn. Nou, één ding niet vergeten, de ontdekker van de test, Karen Mullis, Nobelprijswinner, inmiddels overleden. Die nog vlak voor zijn dood. Ja. Maar eigen machtselite, luister nu eens. Wat doen jullie? Alle mensen die kennis hebben. Die inzicht hebben. En niet om jullie te beschuldigen. Niet om jullie uit te maken. Niet om jullie te haten. Ook voor hen is mijn diep mededogen. Wat doen jullie? Je maakt ze mond dood. Het goddelijk gelaat waar wij zijn. Wordt afgesnoerd. Dat we elkaar niet meer in de ogen kunnen zien. De Joodse filosoof Levinas heeft een prachtig boek geschreven over het goddelijk gelaat. Het is het meest markante in deze schepping op aarde. Dat we elkaar kunnen aankijken. Dat we elkaar kunnen beminnen, kunnen omhelzen. Denk je dat ze dat zomaar doen? De slaven in Rome hadden al mondkapjes op. En wat gebeurt nu? Wij horen meer en meer van mensen, ook telefonisch, maar ook persoonlijk. Die hebben zich laten vaccineren en die hebben spijt. Dan wordt er aan de ene kant een soort doem verteld. Je bent verloren. Ik heb iemand gesproken die zegt... ik voelde alsof ik van God werd afgesloten. Ik zeg, je bent nooit verloren. Ook niet met deze duivelse dingen die men doet. Als je werkelijk van binnenuit voelt... ik heb er echt spijt van. Door druk. Ik sprak eergisteren nog iemand die door druk het heeft laten doen... en aan de rand van hopeloosheid stond. En die druk voelt en die spijt... kun je via meditatie juist te denken, zolang dat intact nog kan blijven. En dat kan nog hoor. Kun je diep in jezelf afdalen. In een heel eenvoudig, eensgericht gebed. Niet een gebed van daar God en hier ik. Eensgericht gebed. Kun je die vuiligheid uit je lichaam drijven. Vraagt en u zult verkrijgen. Dat is geen slogan. Wij vragen om de dingen des werelds. Die krijg je ook, hè? Maar of ze je gelukkig maken. Maar vraagt en je zult verkrijgen op spiritueel niveau. Als je voelt, ik heb niet de juiste handeling. Ik was onder druk, ik was bang. Hè? Want angst is een wapen. Angst is een wapen. Himmler zei in de Tweede Wereldoorlog, zaai overal angst uit. En je kunt met de mensen doen wat je wil. Himmler, ingewijd in de Egyptische tempelmysterie. Goebbels, ingewijd in de graalmysterie. Gepromoveerd op het boek De Graal. Dat zijn geen domme mensen. En als jij zo'n ding in je neus zet, zit hier een membraan en daar zit je derde oog.
Je snapt wat ik bedoel. Hmm. Dus mensen, als je moet je niet ook bij de woorden die ik vertel, laat je nooit in angst jagen. Word nooit hopeloos. Je bent vele malen sterker in de geest, zelfs met wat er met je gebeurd is. Al is het ernstig wat in je lichaam is gebeurd, je hebt de kracht en de macht, als je in die liefde gaat staan, om dit uit je lichaam te drijven. Daar zijn ze benauwd voor, dat dit verteld wordt. Zij zeggen liever de tweede vaccinatie, de derde vaccinatie, de vierde. Denk jij nu werkelijk, zal ik het simpel als kind zeggen, want ik ben ook een kind, dat God virussen schept? Weet je wat Pasteur zei vlak voor zijn dood? En er staat een prachtige tombe in Parijs met engelen om hem heen. Je mag alles in Frankrijk zeggen, maar je mag niets negatiefs over Pasteur zeggen. Pasteur was A, geen bacterioloog. Zeker geen viroloog. Hij was dierenarts. En net als Robert Koch had hij heel veel belangstelling ook voor de stoffelijke zijde. In onze ogen zitten virusjes, staafjes om te kunnen zien. Dat zijn positieve virussen, waardoor er een prachtige kracht ontstaat dat we elkaar kunnen zien. Als kind gezegd, God schept geen enkel virus om de wereld ziek te maken. Ieder virus is herleidbaar tot het laboratorium. En meestal military laboratory. Pasteur zegt nog vlak voor zijn dood, niet het bacil, de bacterie, de omgeving. Ha? Terrain theory. Juist. Dus er komt aan de ene kant die druk en die drang om ons immuunsysteem proberen te vernietigen. Tegelijkertijd wat je nu in Afghanistan ziet gebeuren bijvoorbeeld, is de bedoelde opmars om een grote wereldoorlog te creëren. Alleen door bewustzijn kunnen we dat weerstaan. Niets is onoverkomelijk. Ik spreek soms een beetje plagend over kapitaliban. Want er zit in dat gebied een gigamacht en belang. China, zij de route. Rusland, Pakistan, Turkije, Syrië. Dan zit daar die strijd die de agonten opkloppen. Islam tegen christenen, christenen tegen Joodse mensen. Dus die komt er nu aan, die strijd. Laten we het zo meteen ook eventjes hebben, voordat ik het vergeet. Want dat vind ik een belangrijk onderwerp over jouw visie over die hele godsdiensten. Ja, en, is goed. Komen we zo meteen nog even te spreken. Ja. We gaan door. Maar... Dus aan de ene kant zien we talloze kiemen van ontstane oorlogen, burgeroorlogen. We zien Libanon en Libië aan de rand van de afgrond staan. We zien op dit moment vele aardbevingen komen. We zien vele beginnende tsunamis. We zien gigaklimaatveranderingen. Waarbij iedere keer opnieuw wordt gezegd, jullie zijn de schuld, CO2. Terwijl we heel goed weten dat een grote portie CO2 de plantengroei enorm bevordert. Enorm. Zelfs met alle branden. En er wordt nooit verteld, never, dat toen er ongeveer duizenden atoombomproeven hebben plaatsgevonden. In Alamos. Het project van de atoombommen. Onder een ploeg van 12 mensen die dat project in elkaar hebben gezet, waar Einstein nog voor waarschuwde. En waarvan later via de piloot Stimson de bommen zijn gevallen op Hiroshima, Nagasaki en zelfs bij de Olympische Spelen niet eens meer een herdenking mocht plaatsvinden. We kennen al die atoomrampen, Fukushima, we kennen Tsjernobyl. En wat nooit gezegd wordt is dat onze prachtige atmosfeer met een middensfeer, een mesosfeer en een ionosfeer onvoorstelbaar harmonisch is geschapen. En dat atoombommen, nu in Rusland Satan genoemd, heel die grondstructuur en dus daarmee het weer totaal disharmonisch maken. Voeg daarbij de massale elektronica die overal door de wereld heen zoeft. Allemaal trilling, trilling. Denk aan het begin. Oh, ik doe het nu eens heel bewust zacht. De grondtoon die overal zit, tot in het weer. Als de Hopi-Indiaan een slangendans doet omdat het even droog is, vraagt hij zich af, wat heb ik fout gedaan? En hij krijgt de regen. Hij krijgt de regen. Met HARP in Gakona in Alaska, met Azazel, de grootste telescoop, wordt het weer gemanipuleerd op grote schaal.
Men kan aardbevingen maken. Men kan een Christusprojectie op het hemeldoek maken. Een Boeddha projecteren. Als Israël nog niet zo lang geleden heeft verklaard, de nieuwe Messia komt zich vertonen in de wereld. En je weet dat Rothschild, Sabbatai Zevi en Jacob Frank, twee Joodse mensen die gezegd hebben, wij zijn de Messia, in de 18e eeuw al steunden. Als je alle factoren bekijkt van Israël, Palestina, Pakistan, Afghanistan, en je weet dat er ongeveer 200 ploegen zijn die zich beroepen op, ik ben de Christus, ik kom straks terug. Ik zou je de bewegingen niet graag willen noemen in een half uurtje. Je zou achterovervallen. Yeshua zelf zegt, in de eindtijd, zegt hij, en dat betekent het eind van een cyclus. Niet meer dan dat. Niet wat getuigen van Jehovah, ja, wij zijn de enige uitgeredden. Of mensen die zeggen, nu gaan de buitenaardse ons redden. De buitenaardse, ik ben daar zeer direct in en zeer eenvoudig, zijn ook niet vrij. In al die bestaansgebieden waar nog naam, vorm is, ontwikkeling en verlangen en begeerte, de grootste mogelijkheid is op deze planeet om door de naaf van begeerteloosheid te komen en in het albewustzijn van de liefde, van de waarheid, het licht, volkomen wat de Qataren noemden, de schatkamer van het ware licht, wat de mysticus de genadezon noemen. En al die gebieden hebben een diepe zin. En het is niet zo dat ik ze weg wil vegen en ook de bestaanstoestanden, maar het is niet de absolute bevrijding. De absolute bevrijding is de weg naar binnen en niet naar buiten. Buiten blijft de naam, vorm, bestaanstoestanden, buitenaardse bestaan. Dat is voor mij een zekerheid. En dat we ook heel veel aan hun kunnen hebben, een zekerheid. En dat er liefdevolle bestaansvormen zijn, een zekerheid. Maar op nog dieper niveau, kan ik door jou gered worden? Jij kunt mij inspireren, ik kan jou inspireren. Maar jij zult, ik zal het zelf moeten doen naar binnen. Nu, men is op dit moment op wereldniveau oorlog aan het opkloppen. Ik heb een onderzoek gedaan dat er ongeveer 70 landen op dit moment in de staat van bijna burgeroorlog zijn. Noem Libië. Noem Libanon, land van de ceder. Waar toen die grote explosie was, en waarvan we nu steeds meer weten, dat is toch wel waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk geen complottheorie, dat daar een aanslag heeft plaatsgevonden. Ze worden een lot overgelaten. Armoede, honger, zwervers, vluchtelingen, Libië hetzelfde, Syrië is opgebrokkeld, Afrika, Somalië, tientallen landen die door China overgenomen zijn. De strijd komt nu op een kritiek punt. Alle machten staan tegenover elkaar. China wil de wereldmacht, Rusland wil de wereldmacht, Amerika wil de wereldmacht en die willen ze omdat zij zelf de kroon willen zijn in de New World Order. Denk niet dat de New World Order één gezinde elite is. Dat is een elite die elkaar wel kent via, maar die uiteindelijk, dat is het kenmerk van het ego, ik moet aan de top staan. Ik, Poetin. Ik, die. Ik, dat. Xi, ping, pang, pong. Biden heeft volgens mij zijn handdoek wel erin gegooid. Ik denk dat dit het eindtijdperk van Biden wordt. Ja. Iedere president in Amerika is om te beginnen vrijmetselaar. Er is maar één niet geweest, dat was Jackson. En die weigerde de Fed, de Federal Reserve Bank, die opgericht is na de Titanic-ramp. En als je daar de geschiedenis van kent. De Titanic-ramp, ja. Nou, dat is een heel verhaal, dat zou niet te lang worden. Maar ik ga het ooit wel een keer beschrijven. Maar de Fed is een... Iets met JP Morgan, toch? Ja, JP Morgan, onder andere. Ja, ja. Ja, ik vind het een heel zelf waren ze niet aanwezig, hè? Ze waren niet aanwezig op de Titanic. Nee, last minute niet meer. Juist. En JP Morgan is weer aanverwant met de Rothschilds en met de Rockefellers. En die hebben toen later op Jekyll Island, Jakhalse eiland noem ik het wel eens, hebben ze de Fed opgericht met 12 privébanken. Ja, je weet wel welke mensen dat zijn. Maar eigenlijk moeten we nu, ik bedoel, nou moet het eigenlijk toch wel een beetje uitleggen hoor. Want anders blijft het verhaal hier nu zo liggen. Nou, alle grote banken zijn eigenlijk het laatste product van de Tempeliers.
Tempeliers zijn volgens sommigen goed begonnen met de kruistochten. Laten we zeggen met de grootmeesters die er waren. Ik vind de titel grootmeester al een beetje om afstand te houden. Maar die gingen de heilige grond verdedigen in Palestina, wat later een stuk Israël en voor de Palestijnen werd. En dat werd met geweld vaak gedaan. Hè? Soldaten van Christus werden ze genoemd. Yeshua zegt, wie het zwaard oppakt, hè, zal door het zwaard teniet worden gedaan. Nu, die hebben dat verdedigd, worden machtiger en machtiger. Worden de grootste en rijkste bankiers in Europa, de tempeliers. En heel veel banken later zijn uit de geheime orde van de tempeliers ontstaan. Als je dan bespreekt over de BIS, de Bank of International Settlement in Genève, die de bouw heeft van de Toren van Babel. En je ziet overal die torens verschijnen. Hè? Of je nou in Londen kijkt of New York. Overal machtige bankentorens. Dan zegt een groot gnosticus en ziener, Johannes van Jeruzalem, in de 11e eeuw. Als in de eindtijd overal nieuwe torens van Babel staan, is het gedaan met deze tijd. De Titanic is, zoals we weten, denken te weten, stuk gelopen op een ijsblok. En dat zou een ramp geweest zijn. De mensen waren dansen, aan het musiceren, ze schrokken zich kapot en noem maar op. Nee, er zijn hele andere verhalen. Dat bewust gedaan is om een catastrofe uit te lokken, waarbij ook veel bankiers belangen hadden. En J.P. Morgan, die zelf in de Titanic zou meegaan, last minute, is niet gegaan. En hij organiseerde toen met grote, invloedrijke bankiers, die achter alle New World Order pogingen staan. Alle, hè, zonder de bankiers. Je hebt fijne banken, je hebt gelukkig nog banken die volksbanken zijn, banken die de mensen willen dienen, maar die worden stap voor stap op de citroenpers door deze grote banken uitgemolken of overgenomen. Hè, waarom Yeshua over bankiers zegt van, eruit jullie, hè, in de tempel met de zweep. Hè. Wat was die zweep? In het begin van de tempel lagen in Israël 7 koorden. 7 koorden symboliseerden 7 scheppingsdagen. Niet van een letterlijke dag, maar periodes. Als je die te samen pakt, mocht alleen een meester doen. Een meester kan het grondakkoord van de 7 koorden in de tempel beheersen. Wat doet hij? Hij toont wie en wat hij is. Dat hij de meester van de schepping is. Hij pakt die koorden tot 1 akkoord. Eruit jullie! Ik schreef het er maar even uit. Omdat je religie met geld verenigt. Dat is wat je overal ziet, nu in de doffe ellende. Achter alle godsdienstsystemen staat de macht van het geld. En de bedoeling is om via de twisten van de godsdiensten. De een zegt in de Koran, Mohammed is de grootste. In de eindtijd zal Jezus Mohammed dienen. De ander zegt, ja, maar de Joodse mensen haten ons. Want in de Talmud Babylonica vind je terug dat ze op Jezus spuwen. Dit is bewust in elkaar gezet om haat op te roepen. En ook de zogenaamde ecumenen van alle godsdiensten zijn in de essentie dezelfde, is niet waar. De verschillen zijn enorm. Daarom zeg ik ook, you have to come beyond religion. Want de religie is in het algemeen een fuik, een matrix. Je gaat zo geloven, zo denken, met respect. Ik heb niets tegen wie dan ook wat voor religieus besef. Tegendeel, als men dat oprecht beleeft, of je nou moslim bent, of christen bent, of joods, kan ik daar respect voor hebben. Kom in dialoog, dan kunnen we erover praten. Maar nu komen de wetten weer naar voren. Sharia. Zo moet je handelen, zo moet je denken, zo zitten vrouwen in elkaar, zo zitten mannen in elkaar, zo moet je luisteren. En je vindt dat bij Shiïten, Soenieten, Wabagieten, allemaal versplinterde groepen. In de religie van het katholicisme honderden versplinteringen. Bij de Reformatie, Luther, Calvijn, overal. Respect voor iedere religie heb ik persoonlijk als je maar geen geweld gebruikt. Dat het een leerweg is, zie ik heel duidelijk. Dus ik heb echt respect als je zo naar een kerk gaat, naar een tempel gaat, synagoge. Als je doet om je zoektocht naar de voltooiing te zoeken. En misschien kom je op een dag, ik zeg niet dat het zo moet, tot het inzicht dat je geen kerk, geen tempel, geen synagoge nodig hebt. Dat je lichaam de tempel is van de ene God in u.
En daarmee dus, ja, dan beantwoord je eigenlijk gelijk mijn vraag over hoe jij ziet al die verschillende godsdiensten en hoe die dan eigenlijk toch gebruikt weer worden. Ja. Om jezelf dan weer in een bepaalde slaapmatrix-achtige toestand te houden. Ja. Moet niet vergeten, het woord godsdienst wil zeggen dat jij God moet dienen. Daar begint de primaire slavernij. Hmm. Dienstbaar zijn aan de dharma is een andere vorm van dienen dan jij meent dat je God moet dienen. Dat zijn de goden die je dient. Maar de bron die bronloos is vanuit licht, liefde, waarheid. Hoe zou je die kunnen dienen? Je bent uit die bron. In jou is het licht van die bron. Je kunt nooit zeggen, ik ben God of ik ben het licht. Maar het licht is in jou. De bron is in jou. God is in jou. En dat is een ontdekking die, naar mijn besef, de grootste ontdekking is die je in je leven kunt doen. Mm. De allergrootste. En dan veroordeel je niet, je wil niet gaan scheiden, je gaat het zeggen. Maar als ik zie dat godsdiensten oorlogen maken met elkaar, dat groepen met elkaar in hoge twist zijn, elkaar doden, vermoorden, handen afkappen, kruistochten maken, ketters op de brandstapel gooit, dan zeg ik, hier is iets heel grondig mis. Heel grondig. En waar verkleedpartijen zijn, kijk eens even, wat doen ze in een schouwburg, acteurs en actrices? Ze verkleden zich. Iedereen weet dat het niet echt is. En we klappen ervoor. Hè? Hetzelfde als het grote rad van avontuur. Ik vergelijk heel vaak het rad van wedergeboorte in de zin van reïncarnatie met een enorm rad. Boeddha noemt dat samsara. Ik zeg wel eens plagend, zet Sam en Sara bij elkaar en de twist begint al. Hè? Samsara betekent letterlijk kringloop. Kringloop. Kijk eens op een kermis. Ik ging vroeger bewust naar een kermis om dat rad van avontuur te bekijken. Ik ben nooit in Parijs geweest voor die grote kermis die ze daar hebben. Maar in mijn jongere jaren had je al een heel groot rad van avontuur. En dat vergelijk ik vaak. Je hebt gouden gondels, zilveren gondels, koperen gondels en ijzeren. En voor het een betaal je wat meer, het ander wat minder en het ander een klein prijsje. Wat doe je? Je draait maar rond en rond en rond. Je wordt er misselijk van. En je moet nog betalen ook. In dat rad zit een naaf. Het rad, zegt Lao Tse, heeft 30 spaken. Die spaken van het wiel kunnen draaien dankzij de leegte. Als je dit gebaar maakt, het gebaar van de Boeddha natuur in ieder van ons. Je moet eens opletten, als jij over diepe dingen praat, of ik, of wie dan ook, doe je automatisch dit. De leegte, sunyata, wil zeggen dat je leeg wordt van je verlangens. Dus hoeft het rad niet meer te draaien. Dat is bevrijding. Dat is bevrijding. Bevrijding van dingen die illusoir zijn, die een korte geneugte geven, die korte macht geven. Ik zou tot de machtselite willen zeggen, wat je najaagt is waan, streep je zin. Je zinnen zijn in waan. Het is geen hele mooie brug van mij hoor, maar ik wil toch nog even de Titanic-verhaal afgemaakt hebben. Die hadden we niet afgemaakt, toch of wel? Volgens mij was je richting het einde. Wat wilde je daarvan weten wat ik misschien kan beantwoorden? Nou, het hele ding is dat de conclusie was volgens mij nog, in ieder geval hetgeen wat ik ervan heb gelezen, is dat op een gegeven moment de J.B. Morgan niet meeging met een bepaalde reden om de mensen die daar aan boord waren, dat het wel handig was dat die uiteindelijk verdwenen ook. Ja, daar zaten een paar bankiers in waar die het niet goed mee kon vinden. En waarom hij dus, wat jij noemt, last minute niet meeging, is omdat hij tegelijkertijd al een afspraak had gemaakt hoe de vet zou kunnen worden opgericht. Dus laat hun maar ten onder gaan. Ik heb het idee, gevoel, wat ik ook gelezen heb, gezien heb, dat dit verhaal klopt. Dat hij dus een aantal mensen, ze offeren vaak binnen de machtselite, honderden, duizenden, miljoenen mensen op, hè, voor hun doel. Maakt er niet uit. En daarom is die Titanic zo geheten tegen die ijsblok gelopen. Zou onvernietigbaar zijn geweest, kon nooit kapot gaan. Maar daar zitten de machtigste bankiers, naar mijn idee, echt achter. Mm-hmm. Ja, interessant verhaal. En J.P. Morgan is verband met de hele clan van de bankiers. Ja. Als je weet hoe de oorlogen ontstaan zijn,
Ik werd ooit beschuldigd, Messing is een antisemiet. Ja, ik zei, weten jullie hoeveel zonen Noach had? Gam, Jafet en Sem. Dus als ik tegen Sem ben, ben ik dan tegen alle Joodse mensen die we zelf ook zijn. We komen allemaal uit één stam. Want wat had ik gewaagd te zeggen, dat de Tweede Oorlog gefinancierd was door de grote bankiers. Schief, Loep, Warburg. Wat nu in de beste geschiedenisboeken openlijk beschreven wordt. Mm-hmm. En dat is niet tegen een groep. En niet tegen bepaalde mensen. Dat is om te laten zien hoe de mammon, de geldduivel, zich gedraagt in deze wereld. Ik ben tegen niemand. Ik heb je wel eens verteld, ik heb een Joodse vriend. Die heeft gezegd, als ze jou vervolgen, mag je bij ons onderduiken. Zo waarachtig vindt hij wat ik durf te vertellen. Mm. Dus je bent tegen niemand, tegen geen volk, tegen geen groep, tegen geen godsdienst. Maar ik concludeer wel, als er oorlog is, strijd, begeerte, verlangen, pakken, grijpen en enorme ellende, word alsjeblieft wakker. Word wakker. Zie wat hier gebeurt. Van de Tweede Wereldoorlog toch nog even over die derde waar je het net over had te spreken. Want ik, voor mijn gevoel is nu het moment daar waar eigenlijk zo, het gaat zo snel allemaal. Zeer snel. En zoveel komt bij elkaar. En uiteindelijk als je het een beetje vanaf een afstand kan bekijken, dan is het gewoon echt ook een film waar je naar zit te kijken. Maar het is zo ontzettend veel wat er bij elkaar komt. Ja. En dat je op een gegeven moment, je houdt het gewoon niet meer bij allemaal, nee. Joh. En een groot onderdeel is dus inderdaad die hele klimaat, dat hele klimaatverhaal. Nou, daar heb ik met Karen nog onlangs over gehad. Ja. Wat ze daar precies dan ook achter zoeken. Een deel komt omdat het daarmee makkelijker, één gemeenschappelijke vijand. Dan kijken we makkelijker naar één regering die dat ook voor ons gaat oplossen. Ja. Depopulatie komt er voor een deel bij. Maar je noemde het net al een beetje, want het wordt ook door HARP onder andere, creëren ze het probleem eigenlijk zelf. Ja. Dus het is want vaak is het zo dat die problemen niet echt gecreëerd worden, maar dat ze gewoon een mediacampagne gebruiken en that's it. Ja. Maar ik heb ook vaker gelezen dat ze door middel van HARP onder andere behoorlijk wat dingen zelf ook creëren qua wereldproblematiek? Dat is een ander dan ik boven had liggen, maar dat maakt niet misschien uit. Ik zal het straks nog eens even kijken of ik nog vind. Ik heb hier een stukje in ieder geval. Ik vind het nu niet 1, 2, 3. Het is de meester van de eindtijd. Dat is een recent boek voor jou. Een stukje beschreven in 2009, geloof ik. Wat HARP doet, maar dan in poëtische termen. En dat er op het einde van dit spel, wat een luguber spel is, in de wolken beelden zullen komen van de Christus is terug, Boeddha is terug en noem maar op. Yeshua heeft gezegd, ik ken die tekst toevallig uit blote hoofd, in Matthäus 24, en ik ben lid van geen groep, want vaak heb je heel veel mensen, die tekst moet je kennen. En daar zegt Yeshua, u zult horen over oorlogen en burgeroorlogen. Broeder zal tegen zuster opstaan. Vader tegen moeder. U zult horen over hongersnoden, aardbevingen. Dan beschrijft hij het hele, zeg maar, matrix gebeuren van nu. En dan zegt hij, nochtans is dat nog niet het einde van de cyclus. Want dan zult u horen van vele christussen, valse profeten. Ik heb er zo'n 200 geteld, met een honderden miljoenen publiek. Mensen hebben geen idee wat er aan de gang is. HARP kan niet alleen het weer beïnvloeden, doet dat ook, met grote rampen zelfs. HARP kan projecties maken van de wederkomst van Christus, de wederkomst van Boeddha. Dat wordt al in Israël gezegd, de Messia komt binnenkort terug. Ja, dat hoort allemaal in dit spel. En het weer wordt niet alleen beïnvloed door HARP, atoombommen, chemtrails, elektronica. Zul je nooit iets over horen wat chemtrails doen, dat is onvoorstelbaar. In België is daar de grote pionier die jij ook geïnterviewd hebt, Peter Vereken, buitengewoon krachtig in geweest. Nu komen al die factoren bij elkaar. Oorlogen, burgeroorlogen. 70 staten staan op het punt in oorlog te komen. 70. De macht van China, de macht van Rusland, de macht van Amerika, wat ik net zei. Daarnaast zie je Afghanistan, laat ik het voorzichtig uitdrukken, wat wel eens het scenario kan worden voor de derde wereldoorlog. Daarvan heeft Albert Pike, zeer hoog ingewijde vrijmetselaar. Velen denken de 33e graad is de hoogste graad. Dat is gewoon een kindergraad binnen de hoge lobby's. Dat gaat tot ver boven de 100. En boven de hoogste graden moet je gemaskerd optreden. Gemaskerd.
In de allerhoogste graden heeft Pike een brief geschreven toen aan de Italiaanse vrijmetselaar van de hoogste graad, Mazzini. Mazzini werd ook door Berlusconi gekend, de president van Italië, die ook als adviseur Groove had uit Amerika toen zijn imperium dreigde in te storten. Die kennen elkaar allemaal, overal. Pike heeft in die brief iets geschreven wat veel mensen beginnen te zien, te lezen, te horen. We hebben 3 wereldoorlogen nodig om de mensheid te knechten. Ik heb een nieuwe tekst ontdekt. Een verbijsterde tekst. Ik zei tegen mijn levensgezellin, moet je eens even goed luisteren wat ik hier gezien heb. Mazzini, Pike zijn een discussie over de derde wereldoorlog, waar alle factoren nu rijp voor zijn. En dan zegt Pike, maar, zegt hij, ik denk dat het heel goed mogelijk is dat dit niet gaat lukken. Waarom? Omdat er wakkere mensen op de aarde zullen zijn die dit bekend zullen maken. Pike. Dus er is nog een kier. We staan echt op de rand van een heel pijnlijk gebeuren. Heel. Ik ben realist. Dat ik in mijn hart absoluut zeker ben dat het licht altijd zegeviert. Altijd. Er is geen twijfel aan. Ontslaat mij niet om te zeggen, de mensheid, alle levende wezens, de dieren, de planten, verkeren in zeer groot gevaar. Verenig u, onderzoek, keer u in, vertrouw, vertrouw. Ik voel het bijna als een oproep. Vertrouw op de ene, herstel de dharma. Verenigt u met elkaar. Deze machtselite wordt geteisterd door wanhoop en door machtsbegeren. Heb ook uiteindelijk nog mededogen als het enigszins kan met hen. Zij zijn onvoorstelbaar verdwaald. Onvoorstelbaar in de greep van hoogmoed. Dat is het enige wat ons nog kan afhouden van hun geplande derde wereldoorlog. Waarbij dan via Abchaos, de chaos, hun orde met Satanel, de gevallen wachter die de leiding heeft, gaat regeren. Als dat gebeurt, wat mogelijk is, zal dat een heel korte periode zijn. Met een aantal mensen mogen we zelfs kennen waar dat dan plaatsvindt, in welk land, hoe dat gebeuren gaat verlopen en hoe lang. Dat behoort tot een van de grote geheimenissen van de Qataren, die niet toekomt aan organisaties en scholen, maar die bekend is hoe lang deze periode duurt. En die periode mag maximaal 2,5 jaar duren. Dat wil zeggen, we zitten al 1,5 jaar in grote problemen. Als we niet alert zijn, kan de leider der wachters, Satanael, denk ook aan de atoombom, Satan, regeren als leider van de New World Order, maar een zeer korte tijd. Dat ons kan voorkomen dat we uit deze ramp kunnen ontsnappen, is de liefde tot de ene. Ik hoop niet dat je uit mijn woorden, ik ben vrijwel zeker dat je het zo niet verstaat, dat ik iemand wil attackeren of tegen iemand ben of tegen ook zelfs de mensen die bewust uit lafheid misdaden begaan. Zij worden gecontroleerd zelf. Ze willen ons controleren door hun controleurs en de controleurs die erachter staan. Alleen wat Boeddha zegt, haat los je nooit op met haat, maar haat los je op met liefde. Liefde is de basis van alles wat is. Het is een misbruikt woord door liedjeszanger, door dansers. Liefde is energie, energie in de hoogste vorm. De hoogste trilling, het hoogste oom, het hoogste amen. Het hoogste wat is, de isheid zelf. En alleen een buitengewoon snelle inkeer, een buitengewoon snelle ontwaking van de mensheid, ook om onze zielenbroertjes, de dieren, de planten, van lijden en pijn te beschutten, is inkeer, samenwerken, samen manifesteren, in verzet, maar nooit met geweld. Nooit. Zing liever voor ze. Roep zelfs, we houden van jullie zoals in Nederland gebeurde. En een agent tranen in zijn ogen kreeg. En zijn masker afzette, zijn helm.
Gandhi heeft het duizenden keren gezegd. Hij zegt, als een piloot met een atoombom overvliegt, vroegen ze aan Gandhi, Mahatma, wat doet hij dan? I'm praying for him. I'm so hoping that he is not doing that. Because he is also a manifestation of love. Maar we zouden nu zeggen, verdwaald. Totaal verdwaald. Laat je niet door angst beheersen. Laat je niet door dwang beheersen. Laat je niet door ook angst beheersen als je gevaccineerd bent. Maak je vrij. Maak je vrij van de ketenen. Je bent vrij. Hè? Zoals ik in de Meester van de Eindtijd met Khalil Gibran. Misschien mag ik dat even lezen. Zeker. Die komt nu in me. Het boekje is geïnspireerd door Khalil Gibran. Een van de grootste dichters. En Khalil Gibran die zegt hier iets heel, heel moois. De inleiding. Moest nagaan in zijn tijd. Ik bezocht de tempels en de altaren. Ging de paleizen binnen. En zat neer voor de tronen. En ik zag de leerling slaven voor de handwerksman. De handwerksman slaven voor de werkgever. En de werkgever slaven voor de soldaat. En de soldaat slaven voor de gouverneur. En de gouverneur slaven voor de koning. En de koning slaven voor de priester. En de priester slaven voor een afgodsbeeld. En het afgodsbeeld is alleen maar klei door Satan gevormd en opgericht op een heuvel van doodskoppen. Ik vergezelde de eeuwen. Van de oevers van de Kange tot die van de Eufraat. Van de monding van de Nijl tot de vlakte van Assyrië. Van de arena's van Athene tot de kerken van Rome. Van de sloppenwijken van Constantinopel tot de paleizen van Alexandrië. Steeds opnieuw trok de slavernij aan mijn oog voorbij in een glorieuze en majestueuze stoet van onwetendheid. Ik zag de mensen hun jongelingen en jonge dochters offeren aan de voeten van het afgodsbeeld dat ze God noemden. Ze goten wijn en parfum over de voeten van het beeld en noemden het koningin. Ze brandden wierook voor het beeld en noemden het de profeet. Ze knielden ervoor neer en aanbaden het en noemden het de wet. Ze trokken ervoor te strijden en stierven ervoor en noemden dit vaderlandsliefde. Ze onderwierpen zich aan mijn zijn wil en noemden dit de afschaduwing van God op aarde. Omwille van hun afgodsbeeld vernietigden ze huizen en instellingen onder de naam van broederschap. Ze slaafden en zwoegden en ze stalen ervoor onder de naam van fortuin en geld en geluk. Ze doden ervoor onder de naam van gelijkheid. Het afgodsbeeld heeft vele namen, maar slechts één werkelijkheid. Het heeft vele vormen, maar is gemaakt van slechts één element. Waarlijk. Dit afgodsbeeld is een eeuwige kwaal die iedere generatie van de vorige erft. Uit The Secrets of the Heart van Khalil Gibran. Mooi. Dit is wat nu aan de gang is. Dat zie je overal. Overal. Want zeg maar, je positieve noot vind ik erg fijn. In de zin van wat we nog kunnen gaan doen zelf. Alleen ik heb vaak het idee dat bijna verkeerd geïnterpreteerd wordt. Of bijna gezien wordt als, zolang ik maar gewoon mediteer en yoga doe en mijn trillingen hoog hou, dan komt het allemaal goed. Dat is een totale verkeerde optie van spiritualiteit. Daar ben ik blij dat we die nog eventjes belichten. Totaal verkeerd.
Alle grote leraren, er zijn er vele geweest, mannen en vrouwen, alle grote mystici, hebben ook stelling genomen tegen dit soort dingen die nu aan de gang zijn. Alleen, nooit vanuit haat, nooit vanuit onwetendheid, zij weten. En altijd met de bedoeling om je naar je ziel terug te leiden. Ik heb eens ooit op uitnodiging van Roemenië een yogadag verzorgd. 2 dagen waren het, aan de hand van Patanjali, een grote yogi. Zo'n 20.000 mensen uit heel veel landen. En ik heb heel veel met hun kunnen delen en volle 2 dagen uitgelegd wat yoga is. Ik heb zelf heel veel in yoga gedaan in het verleden. En het zit ook een beetje, wat ze in het oosten noemen, met skanda's. Je wordt natuurlijk in je lichaam ook ouder. Dat moet je ook durven zien. Maar het is een totale verkeerde optie van spiritualiteit. Je ziet dat ook in een verkeerde vorm. Wat is verkeerd? Ik bedoel het niet als een oordeel. Laat ik zeggen, een onbegrepen vorm van Advaita Vedanta. Dat zijn mensen die denken, ik ben in de non-dualiteit. Ik ben in de stilte van mijn geest. Dus wat hier gebeurt is alleen maar illusie. Nee. Ook deze mensen gaan de pijn ervaren straks van niet een plaats ingenomen te hebben. Spiritualiteit wil zeggen ook je plaats innemen. In de Bhagavad Gita wordt het genoemd Kurukshetra, het veld van de strijd. En de Pandava's zijn de zonen van het licht en de dochters van het licht. De Kauravas de zonen en de dochteren van de duisternis. Ieder neemt zijn plek in naar gelang van bewustzijn, fysieke toestand en neemt stelling. Dat stelling nemen mag nooit uit wrok, haat, vijandschap, maar vanuit een innerlijk weten, wat hier gebeurt, is een groot kwaad. Neem je niet stelling door, eigenlijk, neem je niet automatisch stelling door gewoon stelselmatig jouw waarheid te spreken? Eerst moet je vragen, wat is jouw waarheid? Wat is waarheid? Pontius Pilatus was in zijn handen toen hij Yeshua moest veroordelen. En toen zei hij, wat is waarheid? What is truth? Zijn vrouw, wat niemand in de kerk leest of zegt, was helderziend. En die had gezegd, doe deze grote meester, Yeshua, nooit kwaad aan. Hij wist dat. En dan was hij zijn handen en zegt hij, wat is waarheid? Hij wist de waarheid. Hij wist hem. En dus we moeten ons altijd afstemmen, wat is jou, mijn waarheid? En wat is een diepere waarheid in jou en mij, die ons begeestert, bezielt, niet tot leuzes, niet tot gewelddadige revoluties. Want iedere gewelddadige revolutie eet de kinderen van de revolutie op. Of je nou Trotsky leest, of Lenin, of Stalin, of Fidel Castro. Alle revoluties eindigen in het opeten van hun eigen schepping. Dus als je weet van binnen, door een hoger iets gedragen, kun je niet anders dan stelling nemen. En die stelling is niet om een ander te vernederen. Ik kan wel eens plagen in zo'n samen zijn. En dan noem ik wel eens bewust de naam, bewust. Niet om iemand te willen kwetsen of te willen negatief benaderen. Maar word wakker. Geen stelling nemen, niet op de plaats staan. Maar je moet staan volgens je dharma. Is voor zaken wat in India wordt genoemd your duty. Je innerlijke plicht. En ik ken New Age heel goed. Daar zitten prachtige mensen, maar er zitten ook mensen die zweven. En ook niet dat als een oordeel, maar come back to earth. Want de ladder naar de hemel heeft een verbinding tussen aarde en hemel en hemel en aarde. Als je de Esculaap van Hermes bekijkt, met die 2 slangen, die slangenstok, dan is er een prachtige afbeelding die ik hier ook in de bibliotheek heb. En dan zie je Hermes in het midden tussen hemel en aarde. Met een gehelmde, met een helm met vleugeltjes en aan zijn schoenen ook vleugeltjes. Dat wil zeggen, hij is de middelaar tussen hemel en aarde. Maar wat is de diepere symboliek? De diepere symboliek is dat de Esculaap van Hermes symbool staat voor DNA met een dubbele helix. Die aanvankelijk in de grondeloze schepping uit 12 helixen bestond. De oorspronkelijke mens had een 12-voudig DNA. Dat kan nu terugkomen, in de komende jaren al, dat wij een onvoorstelbare spirituele kracht hebben, die niet moet vertaald worden in macht, hè? Kracht.
De elite weet dat er nu al mensen zijn die in die kracht staan. Zij weten, als dat meer en meer bekend wordt, is gedaan met hun macht. En die dubbele esculaap, dat DNA, is de bemiddelaar tussen heaven en earth. DNA is niet alleen een biologische kwestie in de erfelijkheid tot in de celstructuur toe, en bestaat uit miljoenen codes. Nee, het is de informatie vanuit de ene, die verbonden is met de moeder der duizend dingen, naar de aarde, via onze ziel. Het DNA is de bemiddelaar in onze ziel. Dus op het moment dat de machtselite via vaccins het DNA wil beïnvloeden, probeer je de staf te breken tussen hemel en aarde. Heb je spijt, wat ik net al zei, ik wil het nog een keer vertellen. Ga in je meditatie, in je gebed. Je bent niet afhankelijk, hè, zoals de epigenetica al weet. Epigenetica is de nieuwste ontdekking binnen de genetica, dat de geest het lichaam kan beïnvloeden. Dat is, denk je dat je dat op televisie krijgt te horen? Of in gewone informatie? De geest kan dus het DNA, ook al is het aangetast, als je oprecht bent, naar je diepte gaat, in je meditatie, kan je dat reinigen. Het is niet zo fatalistisch als men denkt. En die staf breken vanuit de oude wijsheid, Hermes is tussen hemel en aarde, is het DNA met 12-voudige codes die alle informatie geven die jij, ik, iedereen nodig heeft, zodat wij nooit geen computers nodig hebben. We are connected. We hebben dat allemaal niet nodig. Nu wel, en maak er ook goed gebruik van. Ik zeg met diep respect, wat jullie doen is een prachtmiddel nu om dit neer te zetten. En dat jij openlijk durft te zeggen, maar ik voel dat ik nu op het pad begin te komen van spiritualiteit, dat is de essentie van alles. En dan gaat ook die code van DNA, die gaat jou positief gebruiken. Dat wil zeggen, gaat je alle informatie geven. Wat is informatie? Informa, letterlijk. In het Latijn, informa. Dus in de vorm zit alle informatie. Alle. Waarom de een met de hand erop kan zeggen, oh, dat zit zo, of de ander zegt met de ogen, zijn onze oorspronkelijke gaven als spirituele lichtmens. De oorlog in de hemelen is ontbrand om de spirituele kracht van de mens uit jaloezie, want er bestaat, jaloezie is een mogelijkheid binnen de vrijheid. Was je perfect geschapen, was er ook geen vrijheid. Als je een robot. Dus je hebt binnen de schepping mogelijkheden, ook tot jaloezie, tot haat. Heb je dat allemaal doorgemaakt? Heb je het allemaal gezien? Heb je het allemaal ervaren? Dan snap je de Boeddha, haat kan nooit met haat opgelost worden. Dan snap je ook dat in alles informatica zit. We hebben dat buiten ons gezet, technologisch, begrijpelijk. Maar het zit in ons. Dus ik zou nogmaals willen zeggen, blijf niet optimistisch of pessimistisch. Ben realistisch, maar vertrouw dat je iets in je hart hebt. Kom terug bij ons begin. The kingdom of God. Consciousness. De machtselite vreest alle mensen die werkelijk in die kracht staan. Zij weten. En ze weten ook dat ze hun nooit kunnen aanpakken zoals ze de massa aanpakken. En de mensen die dat begrijpen zijn alleen maar hier uit dienstbaarheid. Uit dienstbaarheid. Zet toe. Marcel, mag ik jou vriendelijk bedanken voor dit super enerverende gesprek weer. Ik hoop dat de mensen thuis er veel mee kunnen. Jij wil weer op een bijzondere manier afsluiten, geloof ik. Ik zal twee dingen doen. We doen straks nog iets aparts. Hè, dat komt helemaal op het einde. Ja. Ik zou willen afsluiten met misschien met een tekstje uit Meester van de Eindtijd. Misschien is dat wel leuk om dat te doen. Dat valt me nu in. Ik had aanvankelijk iets anders in mijn hoofd, maar als ik eenmaal aan het praten ben, dan ben ik degene niet meer die het stuur in handen heeft. Mm. Dus dan ga ik niet zeggen nu dat. Maar ik zal eens kijken of ik iets uit de laatste paragraaf. De meester van de eindtijd neemt afscheid. En pak ik een anderhalve pagina. De meester bewoog zijn voeten op het ritme van de golven. Zijn ogen sloten zich.
De hemel keek toe met ogen vol licht. Hij hief zijn handen omhoog, draaide zijn vingers ritmisch heen en weer, klapte in zijn handen, draaide zachtjes in het rond, waarbij zijn wit linnen mantel breed uitwaaierde. Moeiteloos sprong hij omhoog, raakte zacht de aarde weer. Werd een werveldans, waarin zijn vorm verdween. Eén draaiende energie, een snel ronddraaiende stroom van liefde die alles om zich heen doordrong en harten beroerde. Overal kwamen voeten in beweging, kleren ritselden, handen klapten, de menigte werd één mensenziel, één met de golvende beweging van de zee, één met de wervelende energie, één met zichzelf. Rond wervelende vreugdecirkels, de meester in het midden, hemelse cadans, volmaakte beweging in rust, moeder van de vrije dans, gloeiend vuur van liefde, wind blies door ontelbare schelpen zijn lied dat uitwaaierde over het strand. Duinriet streelde duinriet als zingende snaren, scheerlijnen van zeilbootjes op het strand klonken als zeeviolen, meeuwen bewogen mee over zachte golven, omhoog en omlaag. Dans was er, dans der dansen. Vuur van grenzeloze liefde, vuur van eeuwige wind, vuur van adem die alles doorademt als een eeuwig amen. Toen de dans tot rust kwam, beweging zich overgaf aan de strand van stilte, muziek der golven klonk en de zee zacht haar watergeheimen wiegde, trok de zich uitstrekkende nevel boven de golven plotseling op. Voor ieders ogen veranderden de drie dobberende scheepjes en hemelvogels van licht. Steeds ijler werden hun vormen, loste weldra op in de avondgloed van de gouden zon, die vol majesteit verzonk in de waterschoot van de tijd. Verwondering en verbijstering, stilte en woord, tijd tikte door het vlies der eeuwigheid. Niemand wist hoe het gebeurde. Niemand kon het verklaren. Vergissing was uitgesloten. In ieders hart klonk zacht de stem van de meester. Houd de lamp van licht en liefde brandend. Laat je licht niet schijnen onder de korenmaat van oude tijden. Zie, ik kom terug, maar niet door de schoot van een vrouw. Niet door de schoot van de tijd, maar als zuiver licht in jouw hart. In al je bange dagen zal ik je troost en vreugde zijn. Niemand zal ik maken. Nieuws zal ik maken wat vernietigd werd door onwetendheid. De meester van de eindtijd kwam op tijd en zal op tijd uit het zicht verdwijnen. Er was een schip van licht, toch was er geen schip. Ik was onder jullie, toch was ik niet onder jullie. Ik was een nova terra en tegelijkertijd op heel de wereld. Herken mij in je eigen hart. Daar bloei ik in de knop van de tijd die wacht op het einde van onwetendheid. Zoek geen schip op zee, want van waar ik vertrok was ik reeds aangekomen. Was elkaars voeten met water van liefde. Stilte stroomde in lange golven over het strand, spreidde zich uit naar alle windrichtingen, schreef haar naamloze naam in ontelbare korrels zand, waarin de contouren van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zichtbaar werden voor het oog dat ziet. Voor de menigte strekte zich de eindeloze zee uit. Een zee van verwachting, die weldra een nieuwe schepping baren zal
uit golven van een tijdloze nieuwe tijd. Marcel, nog één keer super bedankt hiervoor. Jullie ook bedankt, mag ik toch een keer zeggen. Want zonder jullie als medewerkers van deze boodschap, die niet moet gebonden worden aan een persoon, zonder jullie inspanning, je stellingname, de plaats die je kiest in de wereld. In India, wat ze hier misbruiken in de politiek. Namaste. Dankjewel. Doet me enorm goed. Wij gaan zo meteen afsluiten. En daarna gaan wij nog een liedje afspelen. Een stukje muziek. En ik zeg het er nu alvast eventjes bij. Want we gaan heel even kijken hoe het met de algoritmes van de big tech lords werkt. Of ze dit erop willen laten staan. Misschien komt hij er dan niet op te staan. Dan zal ik het alleen op mijn website zetten. Dat moeten we nog even kijken. Maar we doen het maar gewoon nu alsof het erop blijft staan. Ja, wat we gaan luisteren en daarna sluit ik hem af en daarna gaan we het opzetten, is een stukje muziek gespeeld door Anneke Broeren. Dat is de vrouw van Ad Broeren en dierbare vrienden van jullie. Ja, absoluut. En het is een compositie van Daniel Helbach. Ja. Alright. Marcel, voor de allerlaatste keer, super bedankt. Ik hoop dat we dit over een tijdje weer kunnen doen. Dat we wellicht dan alleen maar positief nieuws hebben. Maar we gaan het meemaken. Hoop het ook. Lieve vrienden, ook jullie bedankt voor het kijken. Wij gaan zo meteen gauw door richting Spanje naar Michael Pilacek. Als jullie deze video tof hebben gevonden, deel hem dan op je socials. Deel hem met je vrienden. Abonneer je ook op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. Vond je het tof en wil je me steunen? Dat kan. Ga naar mijn website www.jornluca.com. Daar kun je doneren en daar kun je bijdragen aan hetgeen wat wij aan het doen zijn. Dan kun je ons helpen. Wil je op een andere manier helpen? Dat kan natuurlijk ook altijd iets van waarde bijdragen. Dat is altijd welkom. Bijvoorbeeld ondertitelen of iets anders. Laat me dat dan weten. Stuur een mailtje naar info@jornluca.com. Ja, dat was hem weer. We zien jullie super snel weer. David ook weer bedankt. En ja, let's go. Laten we het lekker instarten en laten we gaan luisteren. Peace.